Goedemiddag, mijn naam is Lennart Boy. Ik ben de moderator, gespreksleider voor vanmiddag. We hebben niet zozeer een debat vandaag, maar eigenlijk gewoon een zoektocht, een verkenning over waardebotsingen in het onderwijs. Het is een vierluik op initiatief van het bureau Diversion de Bali en de gemeente Amsterdam om eigenlijk op vier domeinen nou eens te verkennen hoe waardebotsingen op dit moment plaats hebben en wat je daaraan zou moeten doen. En dat geldt dus voor de zorg, dat geldt voor het jeugdbeleid, dat geldt voor het onderwijs, maar ook voor veiligheid en politie. En we trappen dus vandaag af met het onderwijs. Ik zou allereerst even willen vragen, wie is hier zelf op dit moment docent in opleiding? Nou, dat is een behoorlijk aantal. Wie is hier gewoon docent, bevoegd en al? Nou, dan is dus een driekwart van de aanwezigen primair verantwoordelijk en uitvoerend. Wie is hier bestuurder? Ja, die zijn ook verantwoordelijk, vinden ze natuurlijk. Dat is heel goed. En wie is hier onderzoeker? Heel goed. En wie is hier begeleider of opleider van docenten? Die combineren dat dan vaak met dat onderzoek. Oké. Overig mag nu zijn hand opsteken. Dat kan dan van alles zijn. Als je echt vindt dat je nu gediscrimineerd wordt, dan kom ik straks nog wel bij je om te vragen wat dat dan allemaal behelst. Het is ook nadrukkelijk de bedoeling vandaag dat jullie meepraten. Ik kom dan ook straks met de microfoon af en toe het publiek in. En dat geldt met name ook voor wat Diversion straks presenteert. Want die willen met jullie een aantal stellingen bespreken. Om gewoon eens te achterhalen waar staan we nu. Dus dat is ook op hoofdlijnen ons programma. We krijgen zometeen een introductie van Geert en Dan. Zij is bestuursvoorzitter van de Universiteit van Amsterdam en zij is daarnaast ook onderwijskundige. En zij heeft heel specifiek ook naar dit onderwerp gekeken en zal ons daar straks in meenemen. En vervolgens krijgen we de waardeverkenning van Diversion uitgelegd hoe men eigenlijk te werk gaat en aan de hand van stellingen alvast een beetje warm lopen. En dan hebben we twee keer een panel, ik zal die mensen straks uitgebreid aan jullie voorstellen, om nog eens wat dieper in te gaan op een aantal casussen. En het is toch ook wel een beetje de bedoeling dat het misschien hier en daar wat ongemakkelijk kan zijn. Maar dat is nou juist ook precies waarom we het doen. Omdat we merken dat er ongemakkelijkheden bestaan. En dat niet iedereen altijd een pasklare oplossing heeft over de omgangsvormen, het voeren van het goede gesprek en er uiteindelijk met elkaar proberen uit te komen. Want dat is misschien wel het belangrijkste om aan het begin van dit gesprek nog eens even te benadrukken. Ik denk dat jullie dat zullen herkennen. Er zijn andere kennisbronnen waar leerlingen uit putten en waarmee ze naar school komen. Dat betekent dat ze ook jouw eigen kennis ter discussie kunnen stellen en de natuurlijke autoriteit van een docent of van een school niet meteen hoeven en willen erkennen. Het geldt ook voor taboes in de klas op het gebied van seksuele voorkeuren, op het gebied van religieuze discussies, soms ook openlijk antisemitisme. Zaken die in een klas allemaal opborrelen, zeker op het moment dat er grote actuele kwesties buiten jouw klas naar binnen komen. Een van de grootste voorbeelden was natuurlijk de aanslagen in Parijs 2015, wat eigenlijk ook de aanleiding is geweest om nog eens wat dieper in te zoomen op wat er op dit moment eigenlijk allemaal in klassen gebeurt. En die botsende waarden, ja, daar kom je als docent eigenlijk primair voor te staan. En ga je dat debat dan vervolgens aan? Ga je het uit de weg? Wat doet je school? Wat doet je bestuur? En daarboven, wat vinden wij eigenlijk met elkaar als samenleving dat wel of niet begrensd moet worden of geaccepteerd moet worden? Hoe faciliteer je daar ook over de discussie? En om nou uit de conflicten te komen, uit de emoties te komen, proberen we het vandaag af te pellen. En daar speel ik dan ook als gespreksleider soms een rol bij. Dat is nog wel even goed om te zeggen. Een gespreksleider speelt ook een rol. Dat betekent dat ik soms een onaangename vraag kan stellen for the sake of the argument. Dat u dat vast weet. Nou, laten we maar snel van start gaan. Na dit allemaal gezegd te hebben. En wij gaan beginnen met professor Dr. Geert en Dam, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit. Maar zoals gezegd ook hoogleraar onderwijskunde aan de universiteit. En projectleider rondom Civic and Citizenship Education. En zij gaat ons kort iets meer vertellen over de wetenschappelijke inzichten. Geert en Dam. Dankjewel. Mooi, zo'n bijeenkomst. Mij is gevraagd om in 10, maximaal 15 minuten eigenlijk twee dingen te doen. Wat willen we in Nederland met burgerschap en in het bijzonder in een
Nou, in een grote stad als Amsterdam, met burgerschapsonderwijs en hoe staat de vlag er vandaag de dag bij? En ik begin met het laatste. En ik heb het even op papier gezet, omdat ik denk, ik wil het in een notendop accuraat voor u kunnen vertellen. En ik baseer die stand van zaken op de afgelopen najaar is de derde ronde, één keer per 6 jaar, van de ICCS-studie, International Civic and Citizenship Education Study. 24 landen doen daaraan mee. Nederland nam dit jaar, of in 2016, ook deel op een groot aantal scholen. 2800 leerlingen onderzocht in de onderbouw en dan gaat het om 14, 15-jarigen. Dat beeld wat eruit naar voren komt is niet onverdeeld gunstig. Als je het in termen van fietsen zou zeggen, dan is sinds 2009 ergens in de middenmoot van het peloton. Het hele peloton is de afgelopen 6 jaar iets harder gaan fietsen en wij zijn iets harder mee gaan fietsen. We blijven in het midden. Maar als we ons in het bijzonder vergelijken met landen die qua cultuur en sociaal-economisch op ons lijken, dan doen we het eigenlijk helemaal niet zo goed. En ik ga een klein stukje voorlezen, omdat ik denk het is goed om het precies te houden als ik een wat uitgebreider profiel maak. Het gaat om het portret van burgerschap leerlingen in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Nou, leerlingen ondersteunen in meerderheid democratische opvattingen over burgerschap. Al hebben leerlingen daarover wat het nou eigenlijk precies is niet zo'n hele duidelijke mening. Over het algemeen hebben leerlingen vertrouwen in instituties van de democratische rechtszaak, maar dat vertrouwen, rechtsstaat, dat vertrouwen is niet voor iedereen even groot. En voor de meeste leerlingen die respecteren verschil in opvattingen, vinden ze een belangrijk aspect van burgerschap. Goed, denk ik, voor vanmiddag als het gaat om het thema botsende waarden. Het merendeel van de leerlingen is voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Iets minder groot deel vindt dat dat ook zou moeten gelden voor etnische minderheden. Het vertrouwen wat leerlingen in de eigen vaardigheden hebben om actief aan de samenleving mee te doen is bescheiden. En leerlingen maken tot op zekere hoogte gebruik van televisie om zich over sociaal en politieke onderwerpen adequaat te informeren, maar doen dat veel minder door middel van krant of internet. En de kennis die leerlingen hebben over de manier waarop de democratische samenleving in elkaar zit en over onderliggende principes, die is gemiddeld. We zitten in het midden, ik zei het al, van het peloton. En dat valt vooral op als we kijken naar de spreiding. We hebben ongeveer 1/3 van de leerlingen die daar veel van weet. En die vinden we in HAVO en VWO. Kennis van die groep is ook de afgelopen 6 jaar omhoog gegaan. Een derde deel van de leerlingen zit ergens middenin qua kennisniveau. En een derde deel van de leerlingen, ze zijn keurig verdeeld in Nederland, weet er eigenlijk heel weinig van. En die leerlingen vinden wij in het bijzonder op het VMBO. En de kennis van die groep, terwijl het peloton harder is gaan fietsen, is ook niet omhoog gegaan. Nou, dit is een heel algemeen beeld. We doen het allemaal redelijk en gemiddeld, maar ik zei het al net, maar als we ons vergelijken met landen die op ons lijken, als we ons vergelijken met Vlaanderen, als we ons vergelijken met Zweden, als we ons vergelijken met landen waarvan je kan zeggen sociaal-economisch lijken wij daarop, want het heeft toch weinig zin om ons in allerlei opzichten met landen die heel anders of sociaal-economisch in elkaar zitten, dan doen we het eigenlijk niet goed. We hebben ook gekeken naar groepsverschillen. Kijk, dat leerlingen van elkaar verschillen, daar kan je natuurlijk gif op innemen. Al zijn die verschillen in andere landen kleiner dan in Nederland. Dus bij ons is echt de spreiding groot. Je kan naar groepsverschillen kijken, verschillen tussen jongens en meisjes zijn er eigenlijk in Nederland niet heel veel. Meisjes hebben iets meer kennis van burgerschap dan jongens. Iets meer ondersteuning als het gaat om positief gelijke rechten voor minderheden, voor vrouwen. Maar verder is eigenlijk genderkloof in dit opzicht in Nederland er nauwelijks. Er zijn grotere verschillen als we kijken naar kinderen, leerlingen van hoog of laag opgeleide ouders. En dat zie je terug in de kennis die leerlingen hebben.
zie je overigens ook op taal- en rekengebied, maar je ziet het dus ook bij burgerschap. Hoe hoger opgeleid de ouders, hoe meer kennis leerlingen ook hebben. Dat betekent, en dan loop ik alvast vooruit op uw discussie straks, dat de school met name daar ook een taak heeft. Maar we zien dat verschil ook als het gaat om gelijke rechten voor etnische groepen of mannen of vrouwen. Migratieachtergrondverschillen zien we ook. Meer steun van leerlingen met een migratieachtergrond, vaker voorstander van gelijke rechten voor alle etnische groepen, hebben ook naar eigen zeggen meer zelfvertrouwen, meer vertrouwen in de eigen vaardigheden op het gebied van burgerschap, maar minder vertrouwen in maatschappelijke instituties. En zij hebben ook minder burgerschapskennis en zijn minder van plan om later te gaan stemmen dan andere leerlingen. En dat is toch ook een belangrijke indicator voor maatschappelijke cohesie en politiek draagvlak. Nou, dan kan je natuurlijk ook naar verschillende schooltypes kijken. En daar zien we met name de verschillen in kennis. Vind ik zelf echt een alarmerend gegeven. En met name dat de kloof daarin in Nederland groter is geworden. Heeft dat nou te maken met het onderwijs? Er is in die ICCS-studie ook gekeken naar burgerschapsonderwijs. En daar vallen een paar dingen in op. En dan gaat het echt over samenhangen, want oorzaak en gevolg kan je op basis van die studie niet zeggen. Kijken we naar samenhangen, dan vinden eigenlijk leerlingen in Nederland, als we dat vergelijken met leerlingen in andere landen, dat hun school relatief weinig aan burgerschap doet. Er is ook een aantal vragen gesteld aan schoolleiders, aan afdelingsleiders, en die geven aan, evenals ouders en leerlingen dat doen, dat er op school eigenlijk vergelijkendewijs met andere landen heel weinig mogelijkheden zijn voor inspraak van leerlingen. Nou, verrast u wellicht. Nederlandse leerlingen geven ook aan dat ze daar eigenlijk relatief weinig in geïnteresseerd zijn. Nou, toch opmerkelijk als we dat vergelijken met andere landen. Verder zien we dat in Nederland docenten hun didactisch repertoire eigenlijk beperkt is in vergelijking met hun collega's in andere landen. Ze maken gebruik van leermiddelen, ja, als die voorhanden zijn. Ze maken gebruik van verwerkingsopdrachten, ja, als die voorhanden zijn. Maar zeggen zelf dat ze zich minder bekwaam voelen dan hun collega's in andere landen aangeven als het gaat om burgerschapsonderwijs. Ook, denk ik, iets om mee te nemen bij vanmiddag. En dat gaat dan niet als het om inhoudelijke burgerschapsinhouden gaat, zoals onderwijs over verkiezingen, grondwet, internationale organisaties, maar als het om dingen gaat als kritische denkvaardigheden of verantwoord internetgebruik, dan zeggen ze, ja, weet eigenlijk niet zo goed hoe dat moet. En een ander punt wat we vinden is dat leerlingen en docenten het klasklimaat, en we weten uit heel ander onderzoek dat een open pedagogisch klassenklimaat een belangrijke voorspeller is, samenhangt met burgerschapsvorming. Maar als we naar de ICCS kijken, dan zeggen leerlingen en docenten dat het klassenklimaat eigenlijk heel weinig open is voor discussie. Voor het thema van vanmiddag, denk ik, iets waar we eens met elkaar over door zouden moeten willen praten. En leerlingen beoordelen de relaties tussen leerlingen en docenten ook negatiever dan hun leeftijdsgenoten dat in andere landen doen. Nou, van belang denk ik voor het thema botsende waarden. Welke lessen kunnen we daar nu uittrekken? Nou, allereerst denk ik, want in 2009 deden we het onderzoek ook, het komt niet vanzelf goed. De inspectie zegt dat al elk jaar opnieuw. Het blijft kwakkelen. En ze zeggen dat in heel parlementaire keurige woorden. Maar eigenlijk de boodschap is, het blijft kwakkelen, blijft rommelen met burgerschapsonderwijs. En we zien een enorme variëteit tussen scholen. En er wordt weinig gericht vorm aangegeven. Nou, u weet net zo goed als ik dat scholen sinds 2006, PO, het VO en het MBO verplicht zijn om iets aan burgerschap te doen. We hebben als onderwijsraad
toen ik daar tijd bij zat, is na een aantal jaren, 5 jaar na die wettelijke opdracht, is pas op de plaats gemaakt. En toen is eigenlijk gezegd, ja, weet je, de wet en regelgeving zou wel iets duidelijkere taal kunnen spreken. Nu staat er, je moet iets aan burgerschap doen en je moet dat op een gerichte, visierijke manier doen en je moet ook de vorderingen checken. Maar wat dat iets is, is inhoudelijk niet gespecificeerd. Onderwijsraad gaf in 2012 aan, zeg nou toch gewoon, geef school een inhoudelijk kompas en zeg gewoon dat leren functioneren in de democratische samenleving een gemeenschappelijke opdracht is voor alle scholen. Ongeacht visie of levensovertuiging, ongeacht de leerlingen die ze op school hebben. Geef daarbij scholen wel alle ruimte om daar zelf vorm en inhoud aan te geven en daarbovenop eigen accenten te leggen. Nou, dat kan, al is het wekelijks staand het Wilhelmus zingen, een bezoek aan de Tweede Kamer, maatschappelijke stages, lessen conflictoplossing. Het kan allemaal, maar het hoeft niet. Wat wel moet, is inhoud geven aan democratie en aan democratische rechtsstaat. Want dat is wat burgers met elkaar verbindt. En dat zou ik u vanmiddag ook graag mee willen geven. Bepalend voor alle scholen is inhoud geven aan die gezamenlijke opdracht. En daarbuiten ruimte om eigen accenten te leggen. En wat mij betreft zijn daar 2 redenen voor. Voor die ruimte voor eigen accenten. Enerzijds is dat scholen op die manier en docenten, leraren, burgerschap kunnen laten stromen met de eigen visie, met de eigen pedagogische visie, met de eigen levensovertuiging en met de belangen, de behoeften van de groep leerlingen die ze hebben. Dus je kan je onderwijs goed contextgebonden vormgeven en dat is een groot goed. En de tweede reden is dat er niet 1 visie is op wat nou eigenlijk goed burgerschap is. Weet je, burgerschap wordt in de samenleving op verschillende manieren ingevuld. Mensen leven en beleven dat op een verschillende manier. En er is niet 1 format, gelukkig maar zou ik zeggen, in de samenleving wat goed burgerschap is. En ik leg daar zo de nadruk op, omdat als het gaat om het vastleggen van de burgerschapsopdracht voor scholen, je toch elke keer ziet oppiepen, en dat gebeurt nu op dit moment ook, dat het aanpassen aan de Nederlandse normen en waarden de invulling van burgerschap is. En ik roep toch heel graag even de waarschuwing van Van Gunsteren, hoogleraar politieke filosofie, hier terug, die jaren terug al zei, als je daar erg op tamboureert, dan worden eigenlijk leerlingen met een migrantenachtergrond of andere leerlingen, worden per definitie de risicoburgers. Ik vind dat heel gevaarlijk en ik denk eigenlijk dat een veerkrachtige democratie het altijd moet hebben van eigenwijze burgers. Maar dat legt des te meer nadruk op dat je met elkaar het in de samenleving wel zonder gewelddadige conflicten elkaar de tent uitvechten of wat dan ook moet doen. Dus er moet ook een gezamenlijke rule of law zijn. Er moet ook een gezamenlijk basisprincipe zijn, agree to disagree. Dus dat denk ik dat echt de gemeenschappelijke opdracht is. Democratie, je democratisch kunnen en willen gedragen en de democratische rechtsstaat respecteren. En dat zijn de buitenmaten waarbinnen heel veel gesprek, dialoog, verschillen van mening, denk ik, mogelijk zijn. En ook geen enkel probleem, integendeel. Dus dat even wat mij betreft als aftrap voor de discussie. Dank u. Blijf heel even staan. Geert, dank. Fijn dat je ons bijpraat, ook op basis van gewoon wetenschappelijk inzicht en de stand ook internationaal. Eigenlijk 2 korte vragen nog even ter verduidelijking. Er wordt door Diversion ook in haar eigen aanpak geconstateerd dat in het basisonderwijs ook al behoorlijk karig is gesteld. Is dat in dit onderzoek meegenomen of is daar... Nee, het onderzoek wat ik vertelde gaat over de tweede klas, voortgezet onderwijs, 14, 15-jarigen. Wat we weten uit onderwijs is dat basisscholen er soms gek genoeg veel meer aan burgerschap doen dan scholen in het voortgezet onderwijs. Maar daarbij heel erg de
het sociale gedrag invalshoek pakken. Weet je, hoe ga je met elkaar om? Hoe kom je voor jezelf op zonder dat je een ander schaadt? Dus heel echt dingen die ook bij die levensfase horen. En veel minder, zeg maar even de politieke invalshoek van democratie. Nou, ik denk dat dat op zich geen probleem hoeft te zijn. Dus je vult burgerschap ook wel in voor de levensfase waarom het gaat. Ja. Maar een leermiddel als leefstijl wordt natuurlijk heel veel gebruikt in het basisonderwijs. En er is ook een grote groep scholen die gebruik maakt van het concept van de vreedzame school. Dat is echt een stevige invalshoek voor burgerschapsvorming. Een tweede wat ik je zou willen vragen. Je zegt nou, 2009, het onderzoek nu, 7 jaar later, laat zien dat we niet veel zijn opgeschoten. Nee. Aan de andere kant geef je aan, er kan eigenlijk een heleboel. Scholen en schoolbesturen zouden dat kunnen invullen. Ja. Heb je nou zelf het idee, of is dat ook onderzocht, dat het iets zou te maken kunnen hebben met de manier waarop ons stelsel is ingericht? Namelijk dat we natuurlijk die bekende vrijheid van onderwijs hebben, waardoor een staat niet af kan dwingen van luister eens, op elk moment van een bepaald moment in de dag gebeurt er dit in het curriculum. Nee, zoals het in Frankrijk kan. Nee, maar dat laatste ben ik alleen maar blij om. Nee, goed, maar in Frankrijk wordt wel eens gezegd. Dus laat daar geen misverstand over. Nee, begrijp ik, maar in Frankrijk wordt wel eens gezegd. Die vrijheid van onderwijs vind ik zelf een groot goed. Maar die heeft ons op een terrein waar normen en waarden in het geding zijn. Want het is natuurlijk de oude discussie, onderwijs is voor kennis en niet voor attitude. Nou, daar zijn we onderhand wel klaar mee. En zelfs de grootste verdediger van de vrijheid van onderwijs vindt dat je daar niet mee wegkomt. Begrijp ik, maar verklaar je het wel of niet daardoor? Maar het betekent wel waarom de overheid zo terughoudend is als het gaat om inhoudelijk vastleggen wat een burgerschapsopdracht zou moeten te zijn. Okay. Maar als je ze vraagt, ben je nou voor of democratie, heeft niemand daar een probleem mee. Dus ik denk, leg daar dan ook de piketpalen. Oké, helder. Dankjewel. Graag gedaan. Matthijs en Helene van het bureau Diversion, die gaan jullie meenemen in een zogenaamde waardeverkenning. En aan de hand van stellingen met jullie in gesprek. Jullie hebben als het goed is ook allemaal een pakketje gekregen met 5 verschillende gekleurde kaartjes. Om daarmee zo meteen te kunnen reageren op die stellingen. En die variëren dus in een zogenaamde 5-puntschaal van helemaal eens, eens, een beetje wel of een beetje niet, een beetje oneens of echt totaal oneens. Oké, Matthijs. En alleen, ga je gang. Dank. Ja, daarbij gelijk even de vraag. Wie heeft er niet zo'n setje kaartjes gehad? En dan vraag mijn collega's, die komen dan even brengen. Ik zie inderdaad, de eerste rij heeft ook geen kaartjes. Maar misschien wel leuk als jullie mee kunnen doen, inderdaad. Terwijl er uitgedeeld wordt, leg ik even uit wat we gaan doen. Er komen er zometeen een drietal stellingen, dus om de beurt, die onderliggend een waardeconflict in zich hebben. En de vraag is, ik lees dan de stelling even voor. De vraag is of u na die stelling uw kaartje zo hoog mogelijk in de lucht wilt steken. Want we willen goed kunnen zien hoe de verhoudingen in de zaal liggen met natuurlijk uw antwoord. Of u het eens bent met de stelling of niet. En in welke mate dan. Dus van helemaal eens tot helemaal eens. Helemaal oneens tot helemaal eens. Vervolgens gaan wij een aantal van u vragen of u wilt vertellen waarom u dat kaartje omhoog heeft gehouden wat u omhoog heeft gehouden. En u kunt dan toelichten waarom u, wat uw standpunt is. En er mag ook weer op gereageerd worden. We hebben natuurlijk wel niet oneindig de tijd vanmiddag. Mijn collega Helene loopt wat meer over de tribune heen en weer. Ik zal hier zelf iets meer rondlopen. Ook vooral als iemand van de eerste rij misschien iets wil zeggen. Dus we kunnen niet iedereen aan het woord laten natuurlijk. We zullen soms misschien ook even afkappen. Maar de bedoeling is om ook snel even een aantal situaties, stellingen te verkennen waar waarden echt botsen in het onderwijs. En wat daar dan ook mee moet gebeuren. Om daar volgens in de panels ook weer over te kunnen doorpraten. Is dat voor iedereen ook duidelijk? Of heeft iedereen ook een kaartje gehad? Ik zie ook geen kaartjesloze mensen vanaf hier. Dan gaan we eigenlijk met de eerste stelling beginnen. Ik zal hem eerst even toelichten, of hij staat er nu ook al op. Ik lees gelijk eens even voor. Elke docent heeft de verantwoordelijkheid om democratische waarden actief uit te dragen in de klas. Ook als het geen onderdeel is van de lesstof. Ik zal nog heel even uitleggen. Er is wel eens de vraag van, ja, ook als het gaat over niet-democratische uitspraken die gedaan worden in de klas. Of als er bijvoorbeeld een heftig iets gebeurd is, zoals een aanslag en leerlingen komen de volgende maandagochtend weer naar school. Laat zeggen dat het in het weekend gebeurd is. Dan willen die leerlingen daarover praten. En ook als ze extreme uitspraken doen in de klas.
dan is het ook vaak nodig om daar het gesprek over aan te gaan. Dat is echter lang niet altijd bij maatschappijleer. Terwijl we zien dat soms op scholen de opvatting nog wel eens is, ja, wacht daar even mee tot maatschappijleer, dan kunnen jullie dat daar bespreken. Want die docent heeft daarvoor doorgeleerd. En ik ga daar nu als bijvoorbeeld wiskundedocent het niet over hebben. Vandaar de vraag aan jullie, en ik wil jullie hierna vragen om je kaartje omhoog te houden. Dus op deze stelling, elke docent heeft de verantwoordelijkheid om democratische waarden actief uit te dragen in de klas, ook al is het geen onderdeel van de lesstof. Zou jullie nu je kaartje zo hoog mogelijk willen opsteken? Ik zie... Dat is een overwegend groene zaal. En een paar oneens en een paar neutrale mensen, maar ik denk dat de meerderheid zegt eens of helemaal eens. Om je is, jullie mogen, ik zou jullie vragen, je hoeft niet de hele tijd wijd hoog in de lucht te houden, maar wel enigszins zichtbaar, zoals wij ook nog kunnen zien, mochten we het opvragen. Maar wie wil daar misschien nu al iets over zeggen, waarom je dit standpunt hebt? Ik zag hier ergens een rood kaartje. Ja. Wil iemand daarop reageren? Iemand anders met een rood kaartje? Ja, ik dacht eigenlijk heel simpel. Het lijkt me heel raar als je wiskundedocent bent om opeens een heel gesprek te moeten leiden over een onderwerp waar je zelf niet in thuis bent, niet voor geleerd hebt. Dat lijkt me een heel rare opdracht die een heel ongemakkelijke situatie plaatst. Ja. Is er iemand die hier helemaal anders over denkt? Hetzelfde rij, lekker makkelijk. Oh nee, dat geeft de microfoon niet. Nou, het is zo dat sommige klassen pas vanaf in de derde maatschappijleer krijgen. Stel je voor dat die jongeren dan alleen bij maatschappijleer het mogen over hebben. Daar heeft ze in het tweede en het eerste jaar daar nooit over gehad. En dan heb je wel echt vertraging in die democratische waarden. Dat vind ik wel schadelijk. Helder. Is er nog iemand met een mening die niet aansluit bij een van deze twee meningen? Het lijkt me niet dat dit het hele spectrum. Ik zie hier vooraan, ik loop hier wel eventjes naar deze meneer toe. Dankjewel, Matthijs. Helemaal eens met de stelling, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je als docent die niet in een zo'n specifiek vak als maatschappijleer of geschiedenis of iets dergelijks actief is, je ontzettend verlegen voelt met de situatie waarmee je geconfronteerd wordt. En dat je dan kiest om, willen van veiligheid of dat soort overwegingen, om die verantwoordelijkheid die je misschien wel voelt, maar niet uit te dragen. Ik vind dat actief uitdragen, dat vergt dat je goed voor jezelf beseft van wat jouw eigen democratische waarden vertegenwoordigen en hoe die haaks of minder haaks staan op het debat wat in zo'n klas misschien aan de orde is. En dat vind ik vind het iets te gemakkelijk om te zeggen van, ja, je moet dat per se actief uitdragen, onder alle omstandigheden. Dus in sommige gevallen is het eigenlijk, zegt u, misschien is het logisch dat docenten dat niet doen, want je moet goed je eigen waarden kennen, zegt u, om erover te kunnen praten. En het is ook wel logisch dat sommige mensen zeggen, nou, daar heb ik nu eventjes, dat zie ik nu even niet zitten in deze klas en in deze setting. Hoe je met de confrontatie met de andere opvattingen dan moet omgaan, waar leidt dat toe? Leidt dat tot een genoeg veilige situatie in je klas? Want je moet ook bedenken, ik moet het volgende uur, volgende dag met deze leerlingen ook weer verder. Dus hoe hou je dat op die manier in stand, dat gesprek ook daadwerkelijk kan plaatsvinden? En als je daar niet van overtuigd bent bij jezelf, nou, dan zou ik het niet aangaan. Oké, ik zie daar ook weer de vinger. Even tussendoor, daarna jij erop reageren. Tussendoor, voor de vraag hierna ben ik wel benieuwd. Zijn er ook docenten in de zaal die zelf zeggen van, ik heb wel eens in zo'n situatie gezeten dat ik zelf dacht, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik nu mee om moet gaan. Ik voel me niet helemaal klaar om hier mee bezig te gaan. Denk daar vast over na. Dan krijgen we nu eventjes, geef nu eventjes jou het woord. Welke kleur had jij? Helemaal eens. Maar ik sta zelf één dag in de week nog voor de klas en ik ben onderwijsadviseur. Maar ik wil even een reactie op u. Oh, pardon, ik hou me even zelf vast. Ik sta één dag in de week voor de klas en ik ben onderwijsadviseur. Maar mijn visie hierop is in die zin dat ik die verlegenheid herken ik wat u omschrijft. En dat is ook een probleem. Maar ik zou zeggen, dan zou dus eigenlijk in alle docentenopleidingen zou daar meer aandacht voor moeten komen voor het begeleiden van dialoog. Want stel, er is inderdaad een aanslag geweest gisteren in Parijs of misschien wel in een Nederlandse stad, dan moet jij als wiskundedocent ook weten welke dialoogtechnieken er zijn om die leerlingen uit te kunnen dagen. En het hoeft maar
5 tot 10 minuten te duren. Maar je kunt niet zomaar met wiskunde beginnen voordat dat dan even de lucht uit is met jouw klas. Dus ik zou juist pleiten voor meer aandacht in alle docentenopleidingen daarvoor, zodat je een bredere aanpak... In alle opleidingen dus voor de juiste technieken om dat aan te kunnen gaan? Niet louter de vakken die het maatschappijleer of iets dergelijks. Maar het gaat ook niet alleen over kennis van de maatschappij bijvoorbeeld, maar ook over technieken om die gesprekken te kunnen voeren. Ja, juist dat. Ja. Juist, want dat is juist waar vaak verlegenheid is. Oké, nog even naar mijn vraag van net. Zijn er wel eens mensen die bijvoorbeeld dan het gevoel hadden van die technieken die heb ik niet genoeg om dat gesprek te voeren? Misschien mensen uit het onderwijs die zelf een situatie daarmee meegemaakt hebben. Ik zie daar een pen omhoog gaan. Ik ga even de microfoon doorgeven. Hallo. Ja, ik vind het wel herkenbaar dat vanuit mijn opleiding daar niet echt handvaten voor werden aangeboden. Nee, voor hoe je zo'n gesprek aanpakt. En ik heb ook wel eens dat als er dan een onderwerp wat gevoelig ligt bij leerlingen, te sprake komt, dat ik niet goed wist hoe ik dat moest reageren. Ja. Dus ik ben het wel eens met wat je zegt. Ja, zonder heel erg veel in detail te treden, het was iets met antisemitisme bij leerlingen. En dat vind ik best heftig en ik had er niet een goed antwoord op dat moment. Dankjewel. Ik denk dat we deze stelling kunnen concluderen, want dan gaan we naar de volgende. Maar dus er is, willen we van docenten kunnen vragen van ook niet maatschappijleer docenten, eigenlijk alle docenten moeten hier op een goede manier mee om kunnen gaan, dan zijn er dus wel bepaalde vaardigheden nodig. Ik zie nog een hand, maar we gaan echt door naar de volgende stelling. We hebben een kort dag helaas. En dat gaat eigenlijk wat meer, de volgende stelling gaat wat meer over wat kan een docent zelf eigenlijk meebrengen aan meningen in de klas. Namelijk... De stelling, je moet als docent in de klas altijd je mening over seksuele diversiteit kunnen geven. En daar wil ik dan bij zeggen, ook als je als docent zegt, ja, de seksuele diversiteit, daar ben ik zelf niet zo enthousiast over. Ik vind eigenlijk niet dat dat moet kunnen in de Nederlandse samenleving. Moet je dan als docent daar ook in de klas je mening over kunnen geven? Omdat je zegt, ja, als docent neem je ook mee wie je zelf bent en mijn mening is ook wie ik ben, bijvoorbeeld. En dat wil ik ook met mijn leerlingen delen. Of moet je dat niet kunnen? Als je het daarmee eens bent, dan doe je de een van de groene kaartje omhoog, oneens een van de rode. Zou jullie het nu omhoog willen steken? Ik zie wel een redelijk verdeling, iets meer oneens dan eens. Een paar neutrale mensen weer. Oké, dank jullie wel. Als je nog een beetje dus zichtbaar kan houden, dan gelijk weer de vraag wie hier iets toe zou willen lichten over wat zijn of haar kaartje... Ik zie een donkerrood kaartje hier, mevrouw. Ja, ik word altijd een beetje boos als er in een stelling staat je mening. Want het gaat natuurlijk niet om de mening van een docent. Het maakt mij niet uit wat een docent vindt. Het gaat erom dat je voorbeeld bent in het uitdragen van democratische waarden. En wat jouw mening is, daarom stoort me dit. Dat doet er niet toe. Wat je mening is, doet er niet toe. Nou, dat is precies wat ik ook altijd tegen leerlingen zeg. Het gaat er mij om waarom je iets vindt. Ik zie een aantal reacties erachter, handen omhoog. Ik loop meteen even naar de rij hierachter. Ik wil er wel even bij aansluiten, want het gesprek faciliteren, je hoeft zelf niet per se altijd jouw visie op die leerlingen te plakken. Je kunt heel goed het gesprek faciliteren of een gesprek aangaan als je zelf ook niet een mening hebt of als het onderwerp te moeilijk is. En dat accepteren van jezelf maakt het denk ik wel makkelijker om dat gesprek te voeren ook. Dankjewel. Is er iemand die helemaal donkergroen was op deze vraag? Hier vooraan zie ik een hand. Yes. Ik ben van de PO-raad, Isadora. En ik vind dat je altijd je mening moet kunnen geven. Maar ik vind het heel erg belangrijk dat het altijd duidelijk is dat het om een mening gaat. En dat het dus niet zo is. Klein voorbeeldje. Ik was stagiaire in groep 6. Deed de PABO. En een kind uit de klas die vroeg aan mijn stagebegeleidster, juf, wie is Wilders? En toen zei zij, oh, dat is een vreselijke vent, gaan we het niet over hebben.
En voor een kind van 10 jaar is het niet duidelijk dat dat haar mening is. En dat frustreerde mij heel erg. En toen realiseerde ik me hoe belangrijk het is dat het altijd duidelijk is dat het om een mening gaat. En zeker bij het jonge kind, die kan vaak dat onderscheid tussen een mening en een feit nog niet maken. Dus dan vind ik dat de voorzichtigheid geboden is. Vat ik het al goed samen als ik zeg dat jij zegt, je mag je mening wel geven, maar je moet er dan duidelijk bij zeggen dat het een mening is? En op het moment dat een kind te jong is om te begrijpen, het verschil te begrijpen tussen een mening en een feit, moet je daar dus heel genuanceerd in zijn. En kan je misschien zulke uitspraken niet eens doen. Nee, dus soms dan maar niet doen, omdat het dan toch niet goed over zou komen bijvoorbeeld. Ja. Wil je nog een wedervraag stellen? Zijn er dan onderwerpen of meningen waarvan je denkt, ja, maar dat kan niet door de beugel? Ja, tuurlijk heb ik ook meningen en ben ik het per definitie niet altijd eens met iedereen's mening. Dus kijk, hier naast me werd meteen gezegd van, ja, je kan toch niet zeggen dat je tegen homo's bent als leerkracht? Nee, dat vind ik ook. Ik vind dat je dat niet kan zeggen. Dus ja, dat kom je op mijn eigen persoonlijke mening. Dat is misschien voor nu wat minder relevant. Dat kan. Ik dacht meer van als je je mening geeft over een thema of over een stelling in de klas. En je zegt erbij, het is mijn mening. Ik kan me heel goed voorstellen dat er ook mensen zijn die zeggen, ja, dat kan wel. Maar er zijn wel grenzen aan wat ze, en in hoeverre zo'n mening acceptabel is voor een docent. Een laatste reactie. Misschien is het altijd goed om de grondrechten en de rechten van de mens centraal te stellen in het onderwijs. En als je op het moment dat je een mening hebt die niet strookt met de rechten van de mens, lijkt het me niet handig om die te verkondigen in het onderwijs. Ondanks dat je zegt dat het om je mening gaat. Oké, dus zelfs als de mening is, is het eigenlijk gewoon niet handig als die mening niet strookt met bijvoorbeeld democratische waarden of rechten van de mens, zoals jij zegt. Dan moet je het eigenlijk gewoon beter voor je houden. Dat is wat je, geloof ik, nu ook zegt, hè? Reacties daar nog op? Ik zag net een aantal handen omhoog gaan achterin ook nog. Even door naar achter. Ik vind het ook heel erg belangrijk dat je kritisch denken bevordert. Dus als je heel vroeg komt met je mening, ook al weten ze officieel het verschil tussen een mening en een feit, dan voel ik me daar toch ongemakkelijk bij. Dus wat ik meestal doe is, ik ben vast niet helemaal neutraal, maar probeer me erop te pakken als leerling als ik iets gekleurd zeg. Want dan vind ik dat heel gaaf, want dan heb je dus ontdekt wat mijn mening is. En aan het eind van de lessenreeks zal ik vertellen wat ik vind. Dus heel vroeg zeggen, en zeker in het primair onderwijs, vind ik ze eigenlijk nog te klein om al ervan uit te kunnen gaan dat ze het verschil tussen de mening en een feit kennen. Ik denk dat dat daarna pas echt ontwikkelt. Dus ik vind dat daar ook een ontwikkelingsfase en een soort zoektocht in moet ontstaan. En dat je het kritisch denken daar niet altijd mee bevordert. Dankjewel. Ik ben tot slot nog wel even benieuwd. Is er iemand, ik weet niet meer precies wat jullie kaartjes allemaal waren, maar die zegt, ja, je moet als docent überhaupt eigenlijk nooit laten doorschemeren wat je zelf vindt of denkt. Ook niet met uitleg erbij dat het maar een mening is, maar moet als docent gewoon, bijvoorbeeld als docent een kennis overdragen, een neutrale uitstraling hebben, zou ik bijna zeggen, maar niet de kinderen te veel laten merken wat je vindt van bepaalde politieke kwesties bijvoorbeeld, of van seksuele diversiteit. Ik zie je hand onder vooraan. Ja, ik vind dat wel een interessante vraag, want dat gaat er dan vanuit dat dat kan. En dat lijkt me best wel gevaarlijk, dat je dus denkt dat je altijd alles neutraal kan brengen. En sowieso dat je dat wil is ook een idee. Hè? Dus ja, ik vind dat een... Dus eigenlijk de ambitie om neutraal te zijn is al niet meer neutraal aan zich, zeg je eigenlijk. Belangrijk is dat je ook dat bespreekt. Dat dat jouw uitgangspositie is. Dat dat jouw waarde is. Ja, ja, ja. Ja. Dus je komt er eigenlijk niet onderuit. Nee. Ik zag daarachter nog één hand. Nou, ik denk dat er... Ik denk dat het alleen maar goed is dat de student jouw mening kent of je leerling. Ligt een beetje aan de leeftijd natuurlijk van de leerling. Maar als jij natuurlijk toch een beetje onvloers taalgebruik gaat gebruiken, dan doe je net alsof het een feit is. Als je heel duidelijk stelt van ik ben van mening dat, om die en die reden, maar vervolgens wel de discussie over aangaan met voor's en tegen's, dan geef je een veel duidelijker signaal af naar de groep dan wanneer je net met een beetje onvloerse manier net doet of je zelf geen mening hebt. Dus ook een discussie voeren is dan
is dan ook goed. Ik ga helaas afronden. We hebben op het einde nog een borrel waarbij denk ik de tongen nog verder losgemaakt kunnen worden over deze onderwerpen. Maar ik wil ook graag het woord teruggeven aan Lennart voor het verdere programma. Want we gaan nu toe naar de panels waar ook weer hier verder over doorgepraat wordt. In ieder geval bedankt voor jullie input. Ook na de panels zijn er nog een paar mogelijkheden om nog wat vragen te stellen of om mee te praten. Maar we gaan nu even door met het volgende onderdeel. Matthijs en Helene, dank jullie wel. Het geeft denk ik ook een interessant inzicht al een beetje waar soms de gevoeligheden liggen. Misschien dat robotisering dan de uitkomst biedt als je straks waardeneutraal voor de klas wilt komen te staan. Die kan je gaan programmeren. Maar zover zijn we nog niet. En we gaan het dus ook wat ingewikkelder maken. Want je kunt het hebben over je eigen positie als docent. En je kunt proberen om neutraliteit te bewaren. Maar we willen een aantal casussen bespreken waarbij dat eigenlijk heel moeilijk is. Omdat een klas een andere houding aanneemt, omdat er heel veel informatie over jezelf als docent beschikbaar is. En wat voor gevolgen heeft dat dan vervolgens? En wat we in ons tweede panel zullen gaan bespreken is eigenlijk meer die opleidingskant. Het werd net ook al even aangeroerd. Wat moet je eigenlijk meegeven aan een docent in opleiding? Is het strikt de kennis die je moet overdragen? Of heb je eigenlijk handelingsperspectief nodig en vaardigheden om het debat in je klas op een goede manier te faciliteren? Niet alleen als docent maatschappijleer, maar gewoon in algemene en brede zin. Nou, daar gaan we over praten. Om te beginnen het eerste panel. Steven Tan, directeur van het Marcanti College. Jij zal zo meteen ook een stelling meebrengen waar we met elkaar over gaan doorpraten. Margriet Kleiwecht, jij bent journalist en al heel lang eigenlijk over het onderwijs aan het schrijven. Jij bent ook heel actief bezig gegaan om die scholen te bezoeken en te beschrijven wat je ziet. En juist vanuit die beschrijvende rol hebben we je gevraagd om in dit panel deel te nemen. Om gewoon met ons te bespreken wat jou zo al opvalt. En Imen Bentaher, docent op het Kaland Lyceum. Belangrijk denk ik ook dat jij gewoon voor de klas staat, de praktijk kent en dus ook kan reageren op de stelling die we zo meteen gaan, of eigenlijk de casus die we zo meteen als inleiding zullen gaan gebruiken. Dus ik stel voor dat wij op het podium plaatsnemen als panel zijnde en Steven, dat jij dan meteen achter het katheder jouw casus aan ons inleidt. Goedemiddag. Ik heb een casus beschreven in de voorbespreking daarin. En hij is iets veranderd ten opzichte van de werkelijkheid, om daarin de identiteit van de docent daar in ieder geval een beetje te beschermen. Het gaat over een casus waarbij een jonge wiskundedocent in conflict komt met een aantal streng islamitische jongeren. Wat we weten over de docent is dat hij van Iraanse afkomst is. Hij is gevlucht uit Iran vanwege zijn seksuele geaardheid en zijn progressieve denkwijze. Bekend bij ons als schoolleiding is dat hij als vluchteling getraumatiseerd is en dat zijn achtergebleven familie is vervolgd of is omgekomen. Uit de analyse uit het conflict blijkt ook dat de leerresultaten van de leerlingen die met hem in conflict zijn gekomen significant achterblijven ten opzichte van klasgenoten. Wat verder opvalt is dat de denkwijze van de jongeren ontstaat vanuit hun geloofsovertuiging, maar soms ook uit ontwetendheid. En wat verder opvalt is dat deze leerlingen verder geen gevaar vertonen of geen relevante afwijking in hun gedrag hebben ten opzichte van hun leeftijdsgenoten in onze school. En dan is de vraag aan de zaal is, hoe heb ik te handelen als schoolleider in een casuïstiek waarbij er escalatie is, met zich meebrengt is dat de leerresultaten achterblijven en dat deze docent toch wel heel erg open is over zijn seksuele geaardheid maar dat er wel conflict uit ontstaat. Vraag ook neer bij de zaal. Dus denk ik dan goed om toch even één of twee reacties op te halen. En dat gaat dan echt even, Steven zegt dat heel nadrukkelijk, hoe moet je daar als schoolleiding mee omgaan? Wie heeft een advies over hoe die schoolleiding dat moet aanpakken? Zeg even wie u bent. Ik hou me vast. Ik ben Fatima Potaka. Ik ben leerkracht op basisschool in Oostdorp. En ik denk dat het als schoolleiding heel belangrijk is om zowel de leerkracht als de leerlingen... Uh,
echt te leren kennen en te laten weten dat ze er allebei, ongeacht wie ze zijn, hoe ze zijn, wat hun achtergrond is, er mogen zijn. Maar ik denk ook dat het belangrijk is voor die jongeren, want u noemde het al onwetendheid, om een imam die daarvoor gespecialiseerd is, want er zijn genoeg imams die op scholen rondkomen en vertellen over extremisme, IS en noem het maar op, om zo'n imam bij die kinderen in de klas te halen en vervolgens in dialoog te gaan. Oké, dus je pakt het als volgt aan. Je gaat de persoon erbij halen, de kinderen in kwestie er ook bij, om hun achtergronden en overtuigingen te leren kennen. Ook om met elkaar in gesprek te laten gaan, begrijp ik. En er moet een imam bij om misschien iets meer over de context te vertellen. En om eigenlijk ook vanuit het geloofsperspectief te laten zien, die grenzen moet je hier eerbiedigen. Oké, andere oplossingen? Hier beneden? Ja? Er zijn een oplossing, maar ik heb een andere insteek. Ik denk dat ik eerder zou willen proberen dat de ene de positie van de ander kan begrijpen en voelen en vice versa. Inlevingsvermogen. Ja, daar begint het mee. Want anders is er geen begrip en zijn er alleen maar muren. Oké. En tenslotte? Nou ja, ik zit zelf ook in de schoolleiding. En ja, ik heb nog te weinig informatie. Want ik weet niet, is er een insinuatie dat die slechte resultaten door het gedrag van de docent komt? Of presteren die kinderen slechter omdat ze zich niet veilig voelen? Dus ja, voor mij is het nog een beetje te vroeg om al een conclusie te trekken. Oké, u wil meer weten. En misschien kunnen we dat ook zo meteen nog gaan aan Steven vragen. Maar misschien dan eerst eventjes ons panel. Er worden al een aantal ideeën aangereikt hoe je het zou kunnen aanpakken. Er wordt ook gezegd, er zijn een aantal zaken nog niet helemaal duidelijk voordat je misschien de juiste conclusies kunt trekken. Iman, hoe zou je ermee omgaan? Nou, volgens mij geeft deze... Ben ik zo verstaanbaar? Ja. Volgens mij geeft deze casus voortreffelijk aan hoe complex het beroep van leraar is. Je bent de status dus niet alleen als kennisoverdrager, maar je staat er dus ook als mens. En volgens mij is het dilemma waar de betreffende docent voor staat en waar de schoolleiding eigenlijk, moet ik zeggen, voor staat, hoe verhouden wij ons tot de leraar? Hoe verhouden wij ons tot de leraar? En bedoel je daarmee te zeggen, wat geven we eigenlijk mee aan zo'n leraar? Zeggen wij nou, je mag in vrijheid voor je klas staan en laten zien wie je bent? Of moet je een meer neutrale houding betrachten en hou je seksuele opvattingen of je identiteit voor privé? Ja. Allereerst is het volgens mij belangrijk om te constateren, daar hebben we het net ook over gehad, dat wij de grondwet onderschrijven en net zoals iedere school en iedere schoolleider of sectie een bepaalde visie op dit soort zaken erop nahoudt, zou je ook kunnen stellen, de visie van de grondwet is dat wij een bepaalde omgang of een bepaalde vrijheid gunnen aan docenten en aan scholen. Wij handhaven de grondwet. Dus allereerst vind ik het heel goed dat er een homoseksuele docent is aangenomen. Want die geeft daarmee ook het signaal aan leerlingen. Wij zijn als school, dragen wij eigenlijk de samenleving uit. Wij staan voor diversiteit. Dus dat zijn twee zaken die heel belangrijk zijn. Hoewel deze zaak heel anders is, doet hij me toch denken aan het programma wat nu heel populair is, de Luizenmoeder, waarin een schoolleider eigenlijk veel te vaag is. En alleen al uit de uitspraak die hij doet tegen de vrouw die hem eigenlijk achterna zit. Wij zijn niet groter dan de school. En door zijn vaagheid weten heel veel docenten, en daardoor denk ik soms ook wel leerlingen, niet waar ze aan toe zijn. Dus ik denk dat het goed is als we met elkaar vaststellen dat we de grondwet onderschrijven, de visie daarachter zit, we achter diversiteit staan. Maar dat er ook een duidelijk beleid is, een duidelijke visie is vanuit de schoolleiding, die voor iedereen duidelijk is. Ja. Maar dan ga ik toch even Socratisch te werk. Dat wil zeggen, ik maak het je moeilijker.
Want die leerlingen die zeggen, ja, dat is allemaal mooi. Wij onderschrijven die grondwet ook. Wij mogen toch ook in een zekere zin zeggen wat we denken. En daarbij, wij voelen ons gewoon niet op ons gemak bij deze meneer. En ja, kijk eens, daar gaan onze schoolresultaten eigenlijk ook door achteruit. Want we kunnen hem niet serieus nemen. Dat laatste, dat weet ik niet. We maken het even wat moeilijker. Een thema als homoseksualiteit is, net zoals heel veel andere thema's, eigenlijk een vrij abstract thema voor leerlingen. En een abstract thema veronderstelt dat je ook abstract kunt denken. De democratische gezindheid en dus nadenken over complexe begrippen, dat zijn geen aangeboren eigenschappen. Dat betekent dus dat school een podium is om daarover te praten, om daarover te leren. Mijn visie daarop is dat je eigenlijk altijd start met concreet. Het moet concreet zijn voor leerlingen. En vanuit daar opbouwt naar meer abstractere algemeen term. Dus beginnen met de vraag, wat vinden wij van homoseksualiteit? Daarmee ga je eigenlijk voorbij aan je doel. Ik ben wel eens begonnen met de vraag, stel we krijgen een nieuwe leerling in de klas en hij is homoseksueel of hij heeft andere opvattingen. Wat doen we daarmee? Was er een leerling die zei, ik keur homoseksualiteit af, dus ik zou hem niet als vriend willen hebben. Waarop ik de klas vroeg, kunnen wij vaststellen dat wij mensen die anders denken of anders zijn of er anders uitzien, dat we die buitensluiten? Daar moest hij over nadenken. Nee, dat was dan ook weer niet zo. Twee dingen tracht ik daarmee te zeggen. Allereerst maak je leerlingen verantwoordelijk voor wat ze zeggen. Het kan dus niet zo zijn dat je zegt, dit is mijn mening en u heeft daar niks over te zeggen, want in dit land hebben we vrijheid van meningsuiting. Probeer je via kritisch luisteren en doorvragen leerlingen tot de kern te laten komen. Je kunt het eigenlijk zien als een soort van zelfonderzoek naar eigen waarden. Ik heb wel eens een gesprek gevoerd en dat was met iemand in de familiekring. En dat was een heel moeilijk gesprek. Het kwam niet tot een dialoog, omdat, het was een vrouw in dit geval, zij luisterde niet naar wat ik zei. En ik probeerde heel erg in te gaan op haar argumenten. En zij wachtte tot ik klaar was met spreken. En zij herhaalde opnieuw haar boodschap. Voor mij was toen heel erg duidelijk. Dialoog voeren is dus heel moeilijk, want het veronderstelt dat je kritisch moet kunnen luisteren. Dat je niet alleen maar aanhoort wat diegene zegt, maar dat je ook bij jezelf bedenkt, wat hoor ik nu en wat doet dat met mij? En kan ik me ook verplaatsen in wat de ander zegt? En waarom ben ik het er niet mee eens? Oké. Margriet, als jij naar deze casus kijkt, en misschien ook wel herkenbaar vanuit de praktijken die je hebt bezocht en beschreven, hoe moet de schoolleiding hiermee omgaan? Ja, dat weet ik dus niet, want ik ben geen schoolleider, ik ben zelfs geen docent. En ik heb dus ik ga me niet in wat ik zou doen, want ik werk niet in het onderwijs. Ik heb grote bewondering voor mensen die in het onderwijs werken. En toen ik deze casus lag, dacht ik, holy mo, kan het nog ingewikkelder? En dat jullie daar, ik dacht, hij is verzonnen, maar hij is dus niet eens verzonnen. Dus dat kan ik er wel van zeggen, dat ik groot respect heb voor iedereen die hiermee omgaat en er iets van probeert te brouwen. Wat ik wel merkte, ik heb onderzoek gedaan voor minister Bussemaker toen zij nog minister was en ben naar 17 onderwijsinstellingen gegaan om te kijken hoe die spanningen in de klas zijn in heel Nederland op het mbo, vmbo en hbo en vwo. En wat ik wel merkte was hoe belangrijk het is dat directies zich daarmee bezighouden. Dat het heel erg belangrijk is dat juist directeuren van scholen zich erover uitspreken, leraren bemoedigen, docenten bemoedigen om over dit soort dingen te praten in de klas en met elkaar te praten. Want ik ben een soortgelijke situatie, als hier beschreven wordt, wel een beetje tegengekomen. Dat was een docent waar in de klas een meisje ineens opstond, toen ging het over het Palestijnse conflict. Moet je het ook nooit over hebben, gaat altijd mis. En dat meisje zei inderdaad, alle Joden moeten dood, en ging met de Kalashnikov in de rondte. Iedereen was het met haar eens, dat alle Joden. En toen, die docenten zei toen, ja, maar als het nou een heel klein Joods meisje is van 5 en ze woont hier in Nederland,
dan nog alle Joden moeten dood. Zij raakte in paniek, had zelf een Turkse achtergrond. En zei dus, dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet wat je zegt. En haar collega's zeiden later, ja, maar dat had je ook nooit zo moeten doen. En dat vond ik ook wel heel interessant, want daarmee laat je... Zij bedoelden het heel erg goed om te zeggen, dit kan niet. Mijn waarden, alle waarden worden hier overtreden. En tegelijkertijd wisten haar collega's eigenlijk niet goed wat ze erop moesten zeggen. Dus ze keurden het af, ja, maar zo moet je het niet doen. Dus er had al lang iets moeten zijn op die school, van bovenaf. Van nou, hoe gaan we om met waardebotsingen? Het was een school waar we vaker waarden botsten. En daar hebben we toen ook heel lang over gehad. Volgens mij is daar ook wel het een en ander veranderd. Dus ik denk dat het sowieso heel erg belangrijk dat de schoolleiding het voortouw neemt in al dit soort problemen. Omdat als een schoolleiding ziet dat dit ingewikkeld is voor zijn docenten, ik reageer alsjeblieft, dan voelen docenten zich ook meer beschermd om ingewikkelde kwesties aan te kaarten, want het is nogal wat. Steven, tot zover hebben we een begin van een antwoordje, namelijk het advies aan jou als schoolleider om in ieder geval zelf daar van tevoren al over te hebben nagedacht. Misschien iets van een protocol te ontwikkelen. Er wordt ook gezegd, je moet goed investeren in hoe je dialoog voert, want als iemand alleen maar luistert en vervolgens niet van mening wil of kan veranderen, omdat hij niet weet dat hij er ook op kan of moet reageren, dan heb je al een probleem. Dus dat is de grondslag. Wordt ook wel gezegd dat het misschien te maken heeft met hoe je het gesprek erover aangaat, dat de toon de muziek zou kunnen maken. Maar tegelijkertijd ben ik toch ook wel benieuwd of jij hiermee uit de voeten zou hebben gekund. En wat ze hebben gedaan. Dat gaan we zo horen. Ja, de lastigheid is dat wij een dergelijk protocol of een werkwijze kennen. Wij hebben na de aanslag standaard dat we alle collega's 's ochtends vroeg bij ons vragen. Wij zijn van mening dat de open Nederlandse democratie van belang is en dat je binnen elk vak het gesprek moet kunnen voeren. We proberen daar onze collega's met facts daadwerkelijk te voorzien. Dus als een conflict is geweest of is een aanslag, dan hebben we een factsheet voor onze docenten. Daar brieven we ze kort over bij en hebben ze 's ochtends voordat ze de lessen gaan ook zelf de ruimte en de tijd om hun eigen emoties de ruimte te geven. Dat hebben we bijvoorbeeld na de aanslag van Parijs ook uitvoerig gedaan, maar ook tijdens de Turkse staatsgreep, waar er conflict binnen de Turkse gemeenschap was, hebben we dat gedaan om te zorgen dat onze docenten goed geïnformeerd zijn en niet als blinden de klas inlopen zonder dat ze weten wat er speelt. En dat proberen we vanuit een meervoudig perspectief ook aan te bieden, dus vanuit ook de media, vanuit onze doelgroep in de school, van dit zijn de andere geluiden over deze aanslagen. Los daarvan heeft het ook te maken met de normen en waarden die de docent op dat moment uitdraagt. De docent in kwestie, en ik heb inderdaad onderzoek gedaan, is die leerachterstand alleen bij dit vak. En dat was inderdaad bij twee van de jongens echt heel erg aantoonbaar, dat het alleen bij dat vak. En bij navraag bij de jongens, want ik heb me als directeur daar persoonlijk mee bemoeid, kwam er ook heel erg duidelijk aan, is dat de jongens niet in de gelegenheid waren om vragen te stellen dat deze docent geen extra relatie wilde hebben met deze jongens, omdat zij zich negatief hadden uitgelaten over zijn seksuele geaardheid en daar redelijk radicaal op de gang over aan het schreeuwen waren. Daarin heb ik heel duidelijk aangegeven dat ik vind dat we gewoon een school zijn waarin de democratische waarden van belang zijn. Dus dat heb ik ze nogmaals uitgelegd, anders had ik die meneer ook niet aangenomen. Maar los daarvan ging de docent ook scheef. Oké, even de tussenstand. Ik ben wel benieuwd hoe de mensen in de zaal erover denken inmiddels. Wie? Ik loop eventjes naar boven. Zeg even wie je bent. Ik hang vast. Oh ja, hallo, David van Wezel. Ik heb eigenlijk een vraag, want ik begrijp niet helemaal, wat is nou het verschil tussen een leerling die iets roept wat echt niet kan en de leerling die probleemgedrag vertoont? En waarom gaat, ik bedoel, als die leerling opstaat en de docent uitscheldt, is dat nou zoveel anders dan als je iets roept wat niet kan om bepaalde reactie bij de docent los te krijgen? Ik zie, waarom gaan we in het onderwijs daar zo anders mee om? We kunnen gewoon zeggen, het is probleemgedrag, daar gaan we ABC, zo gaan we met alles om. Waarom is dat? Ja, het probleem is dat door het probleemgedrag van pubers
reageert de docent vanuit zijn eigen normen en waarden ook anders. En dat gedrag leidt tot mindere leerresultaten van die leerling. En dus kom je in mijn optiek in een dilemma van zijn leerresultaten van die leerlingen nu dominant in het gesprek, of zijn de normen en waarden die je hebt als school daarin nu dominant? En waar kies je dan voor en op welke manier interveneer je dan? Nou, dit lijkt me een belangrijke kernvraag. En dan is natuurlijk toch de interessante vraag, en ik ben wel benieuwd hoe de zaal erover denkt. Wie gaat er dan, even onerbiedig gezegd, buigen? Nou, we kunnen hem ook wel ombuigen tot een stelling. Ja. Is de leerresultaten van leerlingen zijn belangrijker dan het realiseren van de doelen binnen de open Nederlandse democratie? Ja, nou ja, er zijn een paar. Nou, laat die kaartjes maar zien dan. Laat die kaartjes maar zien dan, ja. Ik denk dat dat allemaal wel een beetje open deur is, want dat vinden we ook allemaal, geloof ik wel. Ja, ja. Jou is nog iets niet duidelijk? Nou, mij is het nog steeds niet duidelijk. Kijk, wat is nou het verschil tussen leerresultaat die leerling niet haalt, wat de oorzaak daarvan, kijk, waarom is dat zo bijzonder? Dat doe je toch bij elke, ik bedoel, als je een leerling hebt die voor heel andere reden een leerachterstand is, dan ga je dat toch ook onderzoeken, waarom is dit zo geladen? Je kan ook zeggen van, je hebt heel veel leerlingen die een bepaalde lessen achterstand hebben, maar nu wordt er zoveel aandacht aan gegeven. Deze ontstaat vooral door het conflict met de docent. Ja, dat vind ik ook wel duidelijk hoor. Ik bedoel, het is toch wel duidelijk dat in dit geval, want dat werd ook gezegd, op andere vakken was die leerachterstand er niet. Het kwam terecht helemaal voort uit dit conflict. We hebben inmiddels een korte peiling gehad over dat we het er allemaal... Ik wil nog wel even reageren op de rode zaal. Ja, graag. Want het is wel heel bijzonder, met name voor bestuurders en beleidsmakers, is dat wij dus hier met elkaar constateren dat de algemene pedagogiek en het naleven en het nastreven van de open Nederlandse democratie van het allergrootste belang is zelf dominanter dan de leerresultaten binnen een bepaald vakgebied. En alle lerarenopleidingen en alle toezichtskaders van het onderwijs zijn anders ingericht. Jij wilde daarop reageren? Zullen we dan maar meteen doorgaan? Want dit is denk ik wel een belangrijke constatering. Ja. Wil je hierop reageren? Ja, ga je gang. Zeg even wie je bent. Ik ben Maya Mischke. Ik ben docent op een VMBO hier in Amsterdam. Wat mij intrigeert is dat volgens mij moet je juist die combinatie zien te maken. Namelijk als die leerlingen snappen dat als zij zich zo gedragen dat zij niet kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving, en dat dat dus samenhangt met hun resultaat. Ze halen nu geen goed resultaat. Later in een werkomgeving, als ze zich zo gedragen, zal dat ook het geval zijn. Dan maak je die koppeling. En naar die docent toe denk ik dat het belangrijk is om te beseffen dat als je zo massaal wordt aangevallen op je diepste wezen, namelijk je seksuele identiteit, dan moeten die leerlingen snappen dat ze daarmee iets veroorzaken. En als ze dat niet snappen, dan zullen dus hun leerresultaten niet omhoog gaan, want dan kan die man niet functioneren. Ik denk dat dat toch niet zo moeilijk uit te leggen is. Volgens mij is het, als ik daarop mag reageren, volgens mij is het in de onderwijspraktijk zodat als de docent zich niet veilig voelt, dat het voor de docent moeilijk is om een veilige sfeer in de klas te bewerkstelligen. En omgekeerd is het zo, als er een onveilige sfeer is in de klas die niet doorbroken kan worden, zou dat de leerresultaten negatief kunnen beïnvloeden. Dus ik denk dat het begint bij een docent die zich veilig voelt in de klas. Oké, maar dat volgens mij zeg jij ook. Maar ik ben wel benieuwd hoe jullie daarop op reageren. Jij zegt, trek die lijn dan ook door naar hoe je in de rest van de samenleving functioneert en in de toekomst. En dat dat dus eigenlijk altijd belemmeringen zal blijven opleveren, tenzij je nadenkt over het gedrag. Wat vind je daarvan? Je mag best iets denken over dat iemand homo is, maar het gaat erom hoe gedraag je je vervolgens. Mm-hmm. Iman? Ja, er zijn nu dus twee zaken die doorbroken moeten worden. En in positieve zin. De docent zal zich veiliger moeten voelen om een veilige sfeer te kunnen bewerkstelligen. En als die veilige sfeer er is, kan er in openheid geleerd worden. En je had het er net over dat je wil dat leerlingen daar anders over na gaan denken. En dat nadenken over... Heb ik je verkeerd begrepen? Nee, dat zei je niet. Ze mogen denken wat ze willen. Ja. Mm-hmm. En wat was je punt? Nou,
dat ze vervolgens leren hoe ze uiting geven aan die gedachten. En dat het soms gewoon niet handig is om te roepen dat je tegen homo's bent of weet ik veel wat. Dat heeft met inderdaad met empathie te maken. Wat kan je... Omgangsvormen. Ja, en dat is ook het stukje inderdaad empathie. Wat kan ik wel en niet zeggen? En inderdaad, soms is het beter om dingen niet te zeggen. Maar als je dingen zegt, dan zeg je dat vanuit een bepaald waardepatroon. En ik denk dat het belangrijk is om leerlingen... ik denk dat het namelijk niet zoveel zin heeft om te zeggen... dat mag je wel zeggen en dat mag je niet zeggen als docent, om dat te dicteren. Het is voor de leerling, denk ik, belangrijk voor de rest van dienstleven... om erachter te komen, wat zijn mijn waarden... want op basis van waarden heb je ideeën. En op basis daarvan zou je uiteindelijk denk je eigenlijk kritisch na over zaken. Ik denk dat dat... Oké, ik wil nog even terug naar wat Steven net zei. Namelijk dat er in zijn algemeenheid door de reactie vanuit de zaal geconstateerd wordt. Wij vinden die waarden misschien wel belangrijker dan die behaalde resultaten. Waar stuur je nou overal op? Terwijl, zegt Steven, we eigenlijk andersom opleiden. Dat we er andersom eigenlijk op die manier naar kijken. Wat betekent dat wat jou betreft dan, Steven? Ik bedoel, is dat... Ik had een heel schrijnend voorval. Ik kreeg de wethouder met veel bombardie in mijn school na de aanslagen in Parijs. Vervolgens had ik haar aan tafel zitten. En ik had daarbij, wij zijn een opleidingsschool, een academische werkplaats. Dus wij vinden het ook van belang om studenten bij dit soort dingen te betrekken. En toen vroeg ik van, wat hadden wij anders kunnen doen of wat kunnen wij meer doen... En toen vroeg ik een van de studenten in het bijzijn van mevrouw Koekenheim van... en wat hebben jullie hier nou op de opleiding in meegekregen? Op welke wijze leer je met dit soort moeilijke situaties de gesprekken te voeren met de leerlingen? En het antwoord was gewoon gênant, niks. En dat maakt het complex. Als wij ons niet gaan realiseren dat... het bespreken van moeilijke onderwerpen in de klas een van de kerntaken is van het docentschap, van de socialisatiefunctie van het onderwijs. En we investeren daar niet in, gewoon als opleidingsinstituut. Er gaat gewoon een bepaalde paralleliteit van uit. Wat leren onze docenten, wat leren onze leerlingen? Hè, in deze casus heb ik heel erg normatief gehandeld door te stellen... wij accepteren hier binnen het Markante College elke vorm van diversiteit als het gaat om seksuele geaardheid. Punt. Daar kun je en mag je niks van vinden. Ik vind het prima als je daar een andere mening in je privé situatie op nahoudt. Maar binnen de school heb je je daarin te gedragen. Tegelijkertijd is vrijheid van meningsuiting ook een belangrijk goed binnen de open Nederlandse democratie. En als mijn docent weigert... om kinderen daarin te helpen, die een andere mening te vormen, heb ik ook een ander probleem. Oké. Ik ben wel benieuwd, Margaliet, jij bent voor jouw onderzoek niet alleen in opdracht van minister Bussemaker toenertijd, maar al veel eerder met boeken die je hebt geschreven over Amsterdam-West, ben je ook geregeld bij mensen thuis geweest. In hoeverre zou het kunnen helpen? Want we hoeven ons niet alleen maar te buigen over de rol van het bestuur en de houding van een docent. Maar je zou ook kunnen zeggen, misschien moet je ook investeren in de relatie met ouders van kinderen. Vroeger was het een normaal gebruik om een huisbezoek af te leggen. Als je een nieuwe klas had, dan ging je als docent gewoon bij al die kinderen thuis kijken om te zien wat is daar eigenlijk achter aan de hand, achter die voordeuren. Dat doen wij nog steeds overigens. Oké. Nou, dat is dus helemaal niet zo ouderwets. Dat gebeurt. Nou, laat ik het dan aan jou vragen, Steven. Helpt je dat dan? Want ik kan me voorstellen dat je dan ook een directe dialoog krijgt. Ja, we hebben daar zelfs een veiligheidsmarge in gebouwd... door dat niet zelfstandig te doen, maar in samenwerking met een andere partij te doen. Zodat de ouders echt kunnen ventileren van wat hun meningen zijn... en wat hun opvattingen zijn over de school. Waarbij ze ook de hulpvraag in. Daar worden ze of individueel op gecoacht of als groep op gecoacht... naar hun inzichten, wat ze zouden willen. En waar wij achterkomen is, we hebben het net over de verschillen met het VMBO gehad en over de verschillen in kennis daarin, is dat er inderdaad gewoon ook best wel een groot verschil is ten opzichte van de docentenpopulatie die ik in huis heb. En al die worden al strategisch geselecteerd, want wij zijn
Zeker geen witte school, ook niet als docentenkorps. Maar dat er gewoon een groot verschil is qua kennis, ook over burgerschap en ook over de open democratie. Wat kan wel, wat kan niet. En we kunnen dat niet inlopen. He, dus er wordt gezegd, ja, daar moet je op investeren. En dan moet je... Ik heb een school in Amsterdam-West, die voor 80% bestaat uit VMBO-leerlingen, maar krijgt eenzelfde bekostiging als een collegaschool die in Amsterdam-Zuid dezelfde opdracht heeft qua leerresultaten. En er is niemand die mij extra geld gaat geven over de te realiseren doelstellingen die ik heb op dat sociale domein. Dat gaat scheef. Het is iets waar ik me al heel lang mee bezighoud. Jij stelt het weer even heel erg scherp en mooi geformuleerd. Waardoor ik ook wel even stilval, merk ik. Die huisbezoeken zijn natuurlijk heel erg waardevol. Maar je ziet ook op bepaalde scholen dat er wel een vooruitgang is. Ook dit gesprek, toen ik destijds op het Calvijn rondliep voor het boek Onzichtbare Ouders. Dat was net voordat Theo van Gogh zou worden vermoord. En die school stond naast de buurt waar Mohammed B. Was opgegroeid. En ik herinner me dat ik toen in de school liep. En dat er overal de oekase was van de directeur destijds. Nergens over praten, nergens over praten. Naar 9-11, niks bespreken. Dat was gewoon, dat werd per mail verkondigd. En nu is het toch wel op een aantal scholen zo dat er wel gesproken wordt, dat er protocollen zijn. Het is allemaal work in progress. En het is heel goed dat jullie hier zitten. En ook dat burgerschap moet nog veel beter. En vooral in de opleidingen. Maar er is ook wel veel gebeurd. En omdat het heel erg nu op Amsterdam-West, waar ik inderdaad nog wel het meest van weet, georiënteerd is, wil ik toch één ding nog kwijt, als het mag. Dat mij bij het onderzoek voor Bussemaker ik ook een andere tendens zag die mij zorgen baarde. Dat was in het oosten van het land of in het zuiden van het land, waar je merkte dat heel veel leerlingen dingen zeiden. Voor mij toch een beetje het spiegelbeeld van vluchtelingen verdienen een nekschot. En dat ook docenten in Culemborg was dat zo, dat de directeur van een VWO-school, die zei, wat ik nou toch heb gezien op het journaal, zag ik daar twee van mijn docenten, of meer van mijn docenten, aan die hekken rammelen van het te maken AZC. En dat zijn mijn docenten. En dat is ook aan de hand. Er zijn dus op heel veel scholen ook docenten die PVV stemmen, daar wel of niet voor uitkomen. Het is even iets anders, maar ik wil het toch even kwijt. Nou, ik denk dat het heel goed is dat er op verschillende manieren, wat dat betreft, dus die waardebotsing plaatsvindt. Ja, ja. Dat het beslist niet alleen maar op Amsterdam-West gaat over discussie rondom religieuze of seksuele verschillen, maar dat het ook kan gaan. En nogmaals, ik vind het heel indrukwekkend wat je vertelt en ook de casus. Dat die, en denk ik, jeetje, in dat opzicht zijn we dus nog niet opgeschoten, maar ik wil positief zijn. Ja. Laten we in ieder geval even constateren wat we wel nu hebben gewisseld en hoe belangrijk dat volgens mij is, dat er protocollen zijn, omdat je er in ieder geval over hebt moet hebben nagedacht, dat scholen daarin proactiever zijn, dat je toch ook zeker op docentniveau bezig bent om die gesprekken te organiseren, dat je inmiddels ook aangeeft dat er inzicht is dat het niet helpt om iets als een oekase af te geven, maar dat je eigenlijk die dialoog opzoekt. Het zijn allemaal softe dingen, maar het moet, het gebeurt. Tegelijkertijd, Steven gaf denk ik wel aan, je moet wel ergens als school ook een soort uitgesprokenheid, een soort dapperheid hebben van ik sta gewoon voor die waarden. En dat moet vanaf de schoolleiding tot en met het klasniveau moet dat duidelijk en zichtbaar zijn. En als dat uiteindelijk tot conflicten leidt, moet je daar dus ook in uiteindelijk een keuze moeten maken, dat moet je uitdragen. En dan misschien tot slot, hoe is deze casus uiteindelijk geëindigd? Hoe is het afgelopen? Het is afgelopen is dat we dat hebben gedaan. Zoals in elke incident nemen we een positie in als school en dat maken we kenbaar. Dat half uur wat we van tevoren daarvoor hebben, dat is ook om de docenten hun eigen mening de ruimte te laten geven. Dus dat wou ik er eerst even over zeggen. Deze casus is afgelopen is dat die heren zijn aangesproken op hun gedrag in wat ze hebben geformuleerd richting een docent. Dat heeft gewoon te maken met de normen en waarden die ze hebben getoond of niet hebben getoond binnen onze school. En dat nemen we hoog op. De regels bij ons zijn heel erg duidelijk. We hebben er maar drie. Je hebt respect voor elkaar. Je hebt respect voor de mensen die hier werken. En je hebt respect voor je omgeving. Nou, zo simpel is het.
En in die tweede ging het fout, dus daar zijn ze op aangesproken. Met de docent ging het wat dieper, omdat er ook wel geconstateerd werd dat er normen en waarden in hem waren, dat hij zich niet kon schikken in de positie van de school, is dat wij ook de ruimte lieten voor de meningen van leerlingen. En dat zat zo diep en het is zo getraumatiseerd, is dat het uiteindelijk heeft geleid is dat hij niet meer bij ons lesgeeft. En niet alleen op deze casus, maar wel heeft geleid van, nou, het heeft wel geleid tot het gesprek daarover. En ook in het belang van hem is het, is dat geëindigd bij ons. En hoe ervaar je dat? Nee, ik vind dat treurig. Maar tegelijkertijd zijn het ook wel de normen en de waarden van de school. Dus ergens moet je je ook wel ergens achter scharen, is van dit is zoals het is. En ik vind ergens moet je kleur bekennen, van hier staan we voor. En als iemand zich niet senang voelt bij dat kader, dan is er maar één oplossing en is dat je uit elkaar gaat. He, dus ik vind dat je mensen moet helpen. Als het in iemand zit, dan moet je er alles voor inzetten. En ik kan u garanderen, we hebben echt meters gemaakt naar deze meneer. Maar het heeft uiteindelijk niet geleid tot een succesverhaal. Ik wil u alle drie heel erg bedanken. Dankjewel. Laten wij meteen doorgaan met de volgende casus. En daarvoor hebben we het volgende panel in de aanbieding. Allereerst Hessel Liewelink. Hij is lerarenopleider en onderzoeker burgerschap van de Hogeschool van Amsterdam. En hij brengt zometeen de casus binnen en vanuit zijn rol ook duidelijk als opleider. Hessel, ga je gang. Ron Boormans, dames en heren. Hij is de voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool van Rotterdam. Hij heeft zich heel veel bezig gehouden met het opleidingstraject, vooral in het HBO. Hij had ook een tijd lang de portefeuille lerarenopleidingen bij de Vereniging van Hogescholen. Ron Boormans. En Kai Patti, ik zeg het nu, kijk, het ging er net zo vlot en mooi uit. Kai Patti Piloi, ik wil je uitnodigen om hier plaats te nemen. Directeur van Diversion, creatief directeur. En eigenlijk op dagbasis bezig met de vragen die ons ook vandaag bezighouden. Allereerst welkom. En laten we niet tanen of tijd verliezen. Hessel Nieuwelink, kun jij jouw casus toelichten? Zeker, dat wil ik dat doen. Ik ben gevraagd om iets te vertellen over waardebotsingen binnen een lerarenopleiding. Pak de microfoon iets dichter naar jou toe. Waardebotsingen binnen lerarenopleidingen en vooral onder lerarenopleiders is mij gevraagd. Er zijn allerlei dingen die ik met studenten aan toe moet kunnen voegen, maar ik heb me gericht op lerarenopleiders. En net in de discussie, en Steve gaf het ook al aan, mensen in de zaal ook al, daar ben ik wel blij mee dat mensen dat zeggen, maar bij lerarenopleiding gebeurt er niet zoveel mee met burgerschap of wat breder met betrekking tot controversiële onderwerpen. En het is heel goed, dit is ook eens een voorbeeld daarvan, dat de afgelopen 2-3 jaar er veel meer focus is gekomen en veel meer aandacht is gekomen voor het belang van burgerschap in het onderwijs en ook voor lerarenopleiding. Want veelal is die focus vooral in het PO en het VO en een beetje in het MBO. Maar de afgelopen periode zien we dat ook de focus meer en meer komt op de rol van lerarenopleiding en wat lerarenopleiding moeten doen. Dus dat is goed. Ik moet erbij zeggen natuurlijk, hè, we doen al meer dan een paar jaar geleden. Er zijn al allemaal ontwikkelingen gaande, maar die zien we misschien nog niet terug. Steven gaf ook al aan, studenten hebben het gevoel dat ze heel weinig leren bij dit soort zaken. En dat is niet een individuele ervaring die je formuleert, dat zien we in studies ook terug. Dus daar is wel werk aan de winkel, zou je kunnen zeggen. Als je dan vervolgens kijkt waar lerarenopleiders tegenaan lopen, in ieder geval mijn instituut, de Hogeschool van Amsterdam, maar ik denk dat het wel breder is, dat mensen zoekende zijn naar normatieve kaders binnen de opleiding. Binnen Nederlands, bij geschiedenis, maar ook bij wiskunde, van wat voor soort mens wil ik opvoeden als het over leraren hebt en vervolgens bij leerlingen. Wat zijn de kaders die we hebben? Hebben we die eigenlijk? En mijn indruk is dat lerarenopleiders vooral het gevoel hebben dat ze die kaders niet hebben en dat ze er heel zoekende bij zijn. En dat daarbij normatieve nadrukken die er natuurlijk wel zijn in het onderwijs, ook bij lerarenopleidingen, onuitgesproken zijn, een beetje impliciet zijn, niet afgesproken, niet altijd even doordacht. En dat heeft ook consequenties. Want als je kijkt naar de samenstelling van mijn instituut, dan zijn dat witte docenten die een middenklassecultuur vertegenwoordigen, veel seculier zijn. En dat betekent dat je niet automatisch een soort inclusief perspectief op onderwijs met elkaar hebt. Dus dat betekent dat de dialoog, het gesprek, ontzettend belangrijk is. Vooral omdat onze studentenpopulatie diverser is. En zeker als je naar Amsterdam kijkt, is de leerlingpopulatie veel diverser.
Dus daar is wel een punt. Als je kijkt naar het aantal waardebotsingen binnen lerarenteams op lerarenopleidingen, denk ik dat je kan zeggen dat het valt mee. In die zin dat het niet zo vaak voorkomt. Of meevalt is dan een tweede. Er zijn niet heel vaak, in mijn ervaring, momenten waarop lerarenopleiders op normatieve vraag echt diametraal tegenovergesteld op perspectieven kijken. Wat ook goed is, want lerarenopleiders vinden impliciet allemaal diezelfde waarden belangrijk. Maar je doordenkt het daarmee niet. De urgentie is het daarmee, wat mij betreft niet. En daar heeft Geert al over gehad. Steven noemde het ook al. Uiteindelijk is het de taak van het onderwijs, en dat zal waarschijnlijk in nieuwe wetgeving wel weer geformaliseerd worden, dat het onderwijs een taak heeft met betrekking tot het bestendigen van het democratische rechtsstaat. En dat betekent nogal wat voor allerlei docenten. Een democraat ben je niet vanzelf. Een democraat, democraat worden, dat is een moeizaam proces. Dat is een proces wat veel tijd vergt, ook van de school. Ook denk voor de docent wiskunde, misschien niet door die uitlegt wat er precies gebeurd is in de aanslag, maar wel in zijn pedagogische omgang daar wat mee doet. Dat je leert over meningsuiting en de grenzen van meningsuiting, misschien wel over tolerantie, over politieke gelijkheid tussen mensen, qua rechten, maar ook wel qua vermogens. We zien ook wel een tendens onder jongeren dat met name de jongeren in het VWO-segment wat elitair denken over hun eigen vermogens en wat minder over het vermogen van VMBO-leerlingen, om even problemen in Amsterdam-Zuid neer te leggen. En niet in Amsterdam-West, om het zo even te chargeren. Het is een enorme urgentie om daar wat mee te doen en daarmee aan de slag te gaan. En werd gevraagd, kom ook met een concrete casus, want dit is allemaal veel te algemeen natuurlijk. Ik bedacht er twee. Eén is, een tijdje geleden kwam een collega naar me toe en die zei, we hebben salafisten die de opleiding nu gaan volgen. Wat moet ik daarmee? Nou, dat is op zich een interessante vraag. Wat moet je met salafisten? Er is een begrenzing van de democratische rechtsstaat, et cetera. Maar er zit ook een vraag achter. Wie is salafist? Wanneer ben je salafist? Wat betekent dat precies? Hoe ga je een dialoog aan? Dus het liet allerlei vragen, wierp dat op wat mij betreft, waar leraaropleiders en docenten veel meer over na zouden moeten denken. En een veelgehoord punt van een collega van een ander vak, zal ik maar even zeggen. Die zegt, nou ja, die maatschappelijke thema's, maar het speelt bij mijn opleiding niet. Dat gebeurt niet. Mijn leerling, mijn studenten, ja, die hebben allemaal een beetje dezelfde opvattingen over de maatschappelijke vragen, over Zwarte Piet, over vluchtelingen, over veel allemaal in. Denk allemaal hetzelfde erover, dus ik hoef het er niet over te hebben. Mijn leerlingen gaan namelijk ook werken in, pak een beet, Enkhuizen. Ja, en daar is dat ook niet. Al die kinderen vinden ongeveer hetzelfde. Dus wij hoeven er niet zoveel mee te doen. Nou, het feit dat ik deze casus naar voren breng, zal je duidelijk maken dat juist misschien wel in zulke situaties het ontzettend belangrijk is om die normatieve kwesties naar voren te brengen. Want we weten ook wel, als er een dominant perspectief in een klas bestaat, dan zijn er ook leerlingen die anders denken en daar is geen ruimte voor. Nou, daar moeten we met elkaar meer mee doen. Oké. Mag ik het formuleren dat er toch iets wat gesloten cultuur heerst? Mag ik het niet inclusief noemen? Oké. Met jouw welnemen ga ik eerst even naar Ron. Ik ben zo benieuwd, hoe kan het nou eigenlijk zo zijn dat deze opleidingen er zo door overvallen zijn? In 2009 werd al verwezen naar rapportages over enorme veranderingen en het gebrek aan democratie en democratisch bewustzijn. Dat wordt dan nog een keer bevestigd in 2016. Jij loopt al heel lang mee. Probeer ons nou eens te helpen om te verklaren hoe het komt dat we eigenlijk zo achter de feiten aankomen te lopen. Nou, misschien omdat we inderdaad een zekere eenvormigheid met elkaar weten te organiseren, met een soort ondergrond van politieke correctheid. Mm-hmm. Waardoor we ook voor onszelf als het ware immuniseren van de confrontatie. Kijk, als ik hoor van de eenvormigheid in het hoger onderwijs en alles wat ik zeg met de disclaimer, zijn mijn normatieve opvattingen die sommige van mijn opleidingen bij de Hogeschool Rotterdam waarmaken en ander niet. Hè. Dus word ik zometeen geconfronteerd door, ja, maar bij jou maar Rotterdam, hè, even de goede orde. Maar dit speelt nog een veel breder verhaal. Kijk, sommige dingen irriteerden me van het gesprek van net. Want het gaat helemaal niet het lijkt hier te gaan over de bandbreedte waarbinnen mensen opvattingen moeten geven. Nee, daar gaat het niet om. Gaat het om of we effectief zijn in het onderwijs. Als iemand in de klas iets onzin verkoopt, we zijn allemaal adepten van Gert Bista. Tenminste, jarenlang gingen we naar allemaal conferenties waar Gert sprak. En die had het over kwalificeren, en die had het over socialiseren, en had het over de moeilijkste, subjectiveren. De interessante vraag is, waarom maken die twee jongens zich in de klas zo druk over die homoseksualiteit? Vraagt iemand aan hun wat erachter zit, wat de werkelijkheid is voor de jongens?
Hetzelfde was van als er een coup in Turkije is. Begonnen wij in Nederland met een discussie over, we duiden dat als een veiligheidsvraagstuk. Oh, wat moeten we doen maandag in de klas? Want dan komen die kinderen terug uit Istanbul en die gaan misschien wel raar gedrag vertonen. Het was komkommertijd, dus ik mocht met het oog op morgen, mocht ik er iets van vinden. Terwijl we eigenlijk ons de vraag moeten stellen van hoe effectief is onze pedagogiek? Dus wat Bista ons leert is van, help, er is een salafist in de klas. Ik weet niet eens wat het is. Er zit ook een PVV'er in de klas bij mij en er zit ook het hele skader zit in de klas. Dus ik vind dat we het moeten terugbrengen naar de pedagogische opdracht die we hebben. Daarom vind ik ook, kan ik me ook vinden in dat verhaal. Een homoseksuele docent heeft het recht om homoseksueel te zijn. Als je buitengewoon kwetsbaar is als gevolg van zijn homoseksualiteit en is helemaal ontregeld door 1 puberale opmerking over homoseksualiteit, met excuses, dan ben je geen goede docent. Als ik aangepakt word op mijn Limburgs accent, wat wel eens gebeurt, ik ben een volwassen, stabiele kerel. Maar stel je voor, tenminste dat denk ik, maar stel je voor, ik zou docent zijn en ik kom hier hartje Rotterdam en ik word voortdurend afgezeken voor wie ik die zachte G, want Hollanders vinden dat leuk om Limburgs na te doen. En dat noemen wij, wij noemen jullie Hollanders, maar en er zit er nog één, daar hoor ik net. En dat zou mij ontregelen als docent. Dan ben ik geen goede docent. Dus ik zoek een andere normativiteit voor het gesprek. Maar wat je doet is het op jezelf betrekken en je kunt het je bijna niet voorstellen. Maar jij bent inmiddels heel mature, ontwikkeld. Je hebt op allerlei manieren bestuurlijk werk gedaan. Je kunt misschien dat hele democratische denken zo verinnerlijken dat het voor jou geen totaal vanzelfsprekend is. Nee, maar we zijn maar heel even, de vraag volgens mij die op tafel lag, is dat heel veel mensen in opleiding het gevoel hebben, ik heb geen handvaten, ik krijg het niet mee, ik weet niet hoe ik ermee omgaan. En tegelijkertijd, het is een eenvormige groep die elkaar ook niet kan uitdagen, want ze lijken op elkaar. Ja, we hadden Parijs nodig om wakker te worden. Ik denk dat we Parijs nodig hadden om wakker te worden. Want van tevoren was het mechanisme dat de afwijking van de standaard wordt in het hoger onderwijs per 1 februari uitgeselecteerd. Dus heel veel klassen in het hoger onderwijs hadden de neiging om divers te zijn. Aan het einde van het eerste jaar was er een soort eenvormigheid ontstaan. Er is een werkelijkheid in het HBO, ik schaam me er bijna over, dat als je meisje bent, wit en je komt van de HAVO, dan heb je 60-80% kans op succes. Als je jonger bent van het MBO met een migratieachtergrond, is het niet 60-80%, maar is het 15-20%. Sorry? Ja, nou ja, die categorie zit er een beetje tussenin. De meisjes met een hoofddoek hebben de afgelopen jaren in de cijfers moeilijk gehad, maar die komen heel sterk terug. Die doen het beide beter dan, ik vind het moeilijk die categorieën met excuses, hè, want voor het week kom je zo. Dus wij organiseren ook onze eigen eenvormigheid. En die eenvormigheid die komt ook weer terug in die klas. Dus er is iets veel verschrikkelijkers gaande voordat we het over die eenvormigheid hebben, is namelijk dat we niet als beroepsonderwijs een emancipatiemachinerie zijn, maar we zijn een soort eenvormigheidsmachinerie, waardoor ook die clash van opvattingen niet hard binnenkwam tot Parijs. En op grond van, als gevolg van Parijs en Fortuyn en andere dingen die hebben plaatsgevonden hier aan het land en Theo van Gogh, dat hadden wij nodig om wakker te worden. En toen legden wij ook die laag in die hele discussie van die clash van waarden. Dat is niet goed, maar dat is mijn theorie. Kijk, ik kan me voorstellen dat jullie vanuit het bureau Diversion ook sterk naar die lerarenopleiding kijken en hebben gekeken. Herken je die waarneming van een relatief toch in zichzelf gekeerde cultuur die misschien ook wel tot 2015, dan in ieder geval begrijp ik, nou, bijna ook wel redelijk uitsluitend. Dat zijn overigens mijn woorden niet, hè? In zichzelf. Nou ja, je zegt tot Parijs 2015 waren we niet wakker, stonden we misschien ook niet open. In zichzelf gekeerd is iets anders natuurlijk. Ja, precies. Het is iets anders dan in jezelf gekeerd, dan sluit je anderen buiten. En dat is een wel bewuster proces. Goed, en dit is een onbewust proces, maar het is een proces, Kai. Nou, we zien dat lerarenopleiders, leraren in opleiding, het best lastig vinden. Vooral ook naar Parijs kwam er een situatie waarin je kon uitspreken dat het lastig was. Maar ik denk niet dat toen pas bij opleiders of bij leraren in opleiding of bij leraren het besef kwam dat ze dat er lastige situaties waren in het klaslokaal waar je wel of niet goed op was voorbereid. Ik
ja, wij werken al aan dit thema sinds de verstoring van de dodenherdenking. Dat is 2003-2004 hier in Amsterdam. En je ziet dat er dat schooldirecties, nou eigenlijk wat Margliet ook schetste, heel lang hebben gezegd, nou, hey, je kunt het er wel, hey, je kunt, het kan hier wel het kan hier wel plaatsvinden, maar we gaan het er gewoon niet over hebben. We hebben het over de Holocaust, we schuiven de Palestijns-Israëlische kwestie, die schuiven we even opzij. Want we hebben hier geen antwoord op, er is geen lesmateriaal over, dus we kunnen het er beter niet over hebben. En dat is iets wat je, waarvan het onderwijs volgens mij een tijdje geleden al heeft gezegd, nou, misschien moeten we het er maar wel over gaan hebben. We krijgen veel signalen over van docenten. En we zien eigenlijk vertraagd bij de opleidingen dat er wordt gezegd, nou, misschien moeten we daar ook wel in die opleiding iets mee doen. Maar waar mijn zorg zit, is niet alleen, zit het wel in het curriculum van die opleiding, maar mijn zorg zit ook in die clash die je in het klaslokaal kunt krijgen en waar je goed op voorbereid moet zijn. Wij zien hem eigenlijk ook al plaatsvinden tussen opleider en student. En jij riep net, oh jee, de salafisten komen. Maar dat is natuurlijk ook iets wat gebeurt in een stad als Amsterdam, waarbij je, hey, je komt van de HAVO, je denkt, ik word leraar, je schrijft je op, in op een lerarenopleiding. Ja, die lerarenopleiding is qua populatie intussen inderdaad net zo divers als de gemiddelde schoolklas in Amsterdam. Misschien verschilt het wat, maar... Maar toch, we zouden kunnen zeggen, als ik jou zo beluister, de lerarenopleiding die is eigenlijk volgend op de maatschappelijke trend. Het gebeurt eerst in de maatschappij, het komt de schoolklas binnen en pas daarna gebeuren er ook dingen in de opleiding om daar op een of andere manier op voorbereid te zijn. Nou, dan kun je zeggen, de tijd zal het helen. Dat gaat langzamerhand toch de goede kant op. Maar aan de andere kant is denk ik de stelling die we net als eerste aan de orde hadden toch wel. We zijn nog onvoldoende in staat om die diversiteit in te brengen en om die weerbaarheid in te brengen. Omdat heel veel van de opleiders ook zeggen, ja, het merendeel van de mensen die hier opgeleid wordt, zal er ook nooit mee geconfronteerd worden. Nou, ik denk dat er heel veel leraren zijn die confrontatie uit de weg gaan en zeggen inderdaad, ik ga weer terug naar Hoorn en daar ga ik lesgeven. Ook omdat je niet het idee hebt dat je die confrontatie aan kunt gaan. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen die je leerlingen bij zou kunnen brengen op het gebied van democratisch burgerschap, is dat het mag botsen in Nederland. Ik bedoel, dat is het hele idee van die democratische rechtsstaat, dat we hier verschillende meningen hebben. En ik vind dat onze huid niet heel dik is op dit moment in Nederland. En ik denk dat als je als docent niet leert hoe je eigen waarden eruit zien, als je het idee hebt dat je als neutrale docent voor de klas staat en opeens schrikt van mensen die andere overtuigingen hebben, ja, dan heb je iets. Dan hebben we iets verkeerd gedaan met z'n allen. En ik denk dat als je als docent leert, nou, wat zijn nou eigenlijk mijn eigen overtuigingen en snapt waar het botst met anderen, is dat je ook makkelijke ruimte kan bieden voor die botsingen, dat je ruimte kan bieden voor confrontaties en dat je ook veel duidelijker hebt voor jezelf waar je ook een grens trekt. Want ook die grenzen moeten getrokken worden. En ik vind het heel naïef om alleen maar te denken, nou, in je klas zitten leerlingen, dat zijn... Iemand riep dat net, dat zijn alleen maar, hè, dat zijn pubers. En wat is nou het verschil tussen puberaal gedrag en ondemocratische uitspraken? Maar ik vind dat een vrij gevaarlijke gedachte. En wat ik ook merkte in de discussie is dat we er de hele tijd van uitgaan dat er sprake is van conflict op het moment dat, hè, dat conflict hetzelfde is als waardebotsingen. Maar wij zien eigenlijk dat dat helemaal niet zo is. Wij zien docenten die het ontzettend goed kunnen vinden met hun klas. Die prima lesstof over kunnen brengen en waarvan leerlingen aan het eind van de les, in alle openheid die er in die klas is, in die veilige sfeer die er in de klas is tegen een docent, zeggen, hè, ik heb het wel opgeschreven over de Holocaust, maar ik geloof het toch niet. En
Dat is wat ik veel gevaarlijker vind dan een confrontatie van twee jongeren die over de schreef gaan, een homoseksuele docent uitschelden. Want dan inderdaad, je overtreedt fatsoensnormen. Daar kan je als schooldirecteur kan je heel makkelijk optreden. Dan zeg je, nou, op school gaan we niet zo met elkaar om. Maar wat doe je met een groeiende groep leerlingen die zegt, nou, Ik weet niet of ik me nog wel thuis voel in deze rechtsstaat. En ik weet niet of al die instituties, het is niet wederkerig, het is er niet voor mij. Dus waarom zou ik me er op positieve wijze toe verhouden? En dat is denk ik de echt lastige taak voor docenten. Laten we eens de laatste 20 minuten besteden om daar oplossingen voor te verzinnen. Er werd op het begin door Steven gezegd, er wordt op de opleiding eigenlijk niet gestuurd op dit soort van waardekwesties. We worden daar eigenlijk niet op opgeleid. Er wordt heel sterk gekeken naar, nou ja, goed kunnen leren, lezen, schrijven, rekenen. Hè, de echte, nou ja, harde voorwaarden, criteria die belangrijk worden gevonden. Maar dit aspect, dat krijgen wij of eigenlijk onvoldoende mee. Nee. Steven, ik kom even met de microfoon, want dan hoort de rest je ook. En je mag hem niet te veel verbreden. Een van de dingen die me dwars zit in dit panel is, het gaat nu alleen maar over de opleidingen die de docenten initieel volgen. Maar we hebben ook heel veel collega's die al langere tijd in het onderwijs werken en die deze slag in ieder geval niet meemaken. Ja, okay. En dus ik zou maar eventjes ook nog wat gaan we doen met de professionalisering van de docenten die ook gewoon nog minimaal 20 jaar moeten werken. Ja, de opfriskant, terug naar school, et cetera. Goed. Kijk, een paar dingen daarover, waarbij het overigens, ik op voorhand zeg dat het ingewikkelde vraagstukken zijn. Maar het eerste is dus van, waar ik zelf heel erg in geloof, is dat je als school je normen en waarden moet durven communiceren. Dus dat vind ik zelf heel belangrijk. En als je een beetje volgt hoe ik dat probeer te doen, is door er heel veel over te schrijven, door het heel veel over te hebben over wat ik dan altijd maar noem onze grondwet. We hebben gewoon keurige passages wat zeg maar onze normen en waarden zijn. Geloof ik onmiddellijk. Je hebt er ook een blog over, et cetera. Maar even precies naar jouw opleidingen mensen opleiden om voor de klas te staan. Dat klinkt zo obligaat, maar ik denk dat dat belangrijk is. Okay. Dat mensen zich daar ook door gesteund voelen. Twee, probeer ik in de opleidingen inderdaad het vraagstuk veel centraler te stellen van pedagogiek. We hebben het heel vaak, ook Geert en Dam had het een beetje over, van burgerschap als een vak. Burgerschap als een klont cognitie. Terwijl ik denk dat als er ergens iets gebeurt in de wereld, moet ook de docent wiskunde die niet vaardig is om het vak maatschappijleer te geven, moet even om kunnen gaan met dat signaal dat er in die klas iets gebeurt. Mm-hmm. Dus wij proberen dat ook te verbreden door de duik te maken van dat je dus niet alleen er bent om het wiskunde over te brengen en mensen op een hoog niveau tot wiskundige te brengen, maar dat je ook als docent een plicht hebt om dat pedagogisch talent te hebben. Mm-hmm. Om even die leerlingen te laten merken van hij of zij snapt dat speelt. Maar wat betekent dat dan voor een curriculum? Wat ga je dan, of wat ben je dan aan het veranderen? Dat betekent dat op dit moment binnen de leraaropleiding weer opnieuw die balans gezocht wordt tussen die inhoud aan de ene kant en de pedagogiek en ook de onderwijskundige didactische kant aan de andere kant. Oké, jij doet dat in de praktijk. Wat betekent dat dan? Maar mag ik hem even afmaken? Nou ja, hij doet het. Hij is opleider. Eén opmerking, omdat hij tot nu toe, en daar hebben we ons ook gecorrigeerd, ging dat iets vaak over didactiek, dus zeg maar de technologie van het lesgeven. Aha. En in mijn ogen moet het veel meer gaan over pedagogiek, namelijk dat je mensen de vaardigheid geeft om herkenning en erkenning te vinden in de leerlingen die in de klas zitten. Okay. Eerst even het algemene punt. Pedagogiek, vak, didactiek. Als je naar wetenschappelijke studies kijkt, worden twee mechanismen grofweg gezegd gesignaleerd. Waarvan we denken dat het werkzaam is. We weten nog maar heel weinig over burgerschapsonderwijs en wat effectief is vanuit wetenschappelijk onderzoek. Maar wat we weten wijst erop. Aan de ene kant een open, veilig pedagogisch klimaat. Alle docenten weten dat het zo is. Maar dat laat ook zien dat is effectief voor burgerschapsonderwijs. Dus dat betekent dat alle leraren in principe daar een taak hebben. Of zou je moeten zeggen, zouden moeten hebben. En dat dat ook een teamverplichting is. En daarnaast weten we dat het structureel aanbieden van maatschappelijke thema's die over burgerschap gaan, dat heeft ook effect op het moment dat het via een activerende manier aangeboden wordt, op een dialogische manier, dat soort aspecten zitten erin.
Dus dat zou het kader moeten zijn. En dan kan je zeggen, ja, het is niet je vak, er zit dus ook een vak in. Dit heeft met vakken te maken. Nederlands, geschiedenis, maatschappijleer, levensbeschouwing. Zijn vakken die daar wat meer mee inhoudelijk van doen hebben dan bijvoorbeeld wiskunde. Dat is al gezegd. Nou, wat doe je daar dan in lerarenopleidingen mee? Ik denk, en dat is mijn eerdere punt natuurlijk geweest, dat de afgelopen 20 jaar lerarenopleidingen niet zo heel veel mee doen. Waarom niet? Omdat de algemene wettelijke verplichting zo vaag is en zo vrijblijvend is dat in 2006 het verplicht werd, maar niemand zich noodzaak voelde om daar iets mee te doen. Lerarenopleidingen ook niet. Nu is het wat meer het geval. In Amsterdam is een prachtig convenant getekend op dit gebied voor alle lerarenopleidingen. Hartstikke goed, onderscheid ik heel erg. Maar er moet wel iets tegenover staan. Maar dat stelt mij altijd een beetje triest. Een belangrijk punt afmaken. Als je zegt, we vinden het belangrijk, moet er ook iets tegenover staan. Dat is financiering. En dat zie ik niet. Ik hoor Steven het ook zeggen. Wij hebben hier een taak, maar een belangrijke taak. Maar ja, ik heb er eigenlijk helemaal geen geld voor. Dus dat zijn wel belangrijke voorwaarden. Ja, maar dat stemt me toch een beetje triest. Want er wordt ook door Geert en Dam gezegd, nou, we hebben die wettelijke afspraken helemaal niet nodig. Want scholen zijn zelfbewust. Die vrijheid van onderwijs zorgt er juist voor dat je daar zelf over hebt nagedacht. En nu geef je toch aan, ja, we gaan het alleen maar doen als het in de wet geregeld wordt en er geld bij geleverd wordt. De discussie in het onderwijs is op dit moment heel erg geld voor PO, VO, MBO. Geldt ook voor de HBO. Er is enorme werkdruk. En ik weet in studies, dat gaat er binnenkort een verschijnen, waarbij docenten aangeven wat zijn de belemmeringen rondom burgerschapsonderwijs. Een van de belangrijkste belemmeringen, docenten zeggen, werkdruk. Niet de achtergrond van leerlingen, niet religieuze denkbeelden van leerlingen, maar juist werkdruk. Dus als we zeggen, we willen hier iets meer mee, moet je het prioriteit geven. Moet er ook financiering aan gekoppeld worden. En als dat niet gebeurt, dan vrees ik dat we mooie discussies met elkaar kunnen blijven hebben. Maar dat het toch een beetje praten blijft en weinig stappen gezet gaan worden. Ja, wat wij zien is dat heel veel docenten van wiskunde tot maatschappijleer eigenlijk zeggen of ze nou op de opleiding zitten of al jaren aan het werk zijn. We zien heel weinig mensen die terugdeinzen voor de S-verantwoordelijkheid. Dus die zeggen, nou, ik geef wiskunde, maar dit behandel je maar donderdag om 4 uur bij maatschappijleer. Dus er zit een grote vraag. Ik denk ook dat je daar iets mee moet. Wat ik ook denk is dat je de manier waarop we nu kijken naar burgerschapskennis of naar het effect van burgerschap is meten of die kennis aanwezig is. Terwijl ik denk, ik ben geen wetenschapper, maar is dat je veel meer zou moeten meten op de verinnerlijking van waarden. Lukt het ons om wat we willen overbrengen, om dat over te brengen? En wat is daarvoor nodig? En misschien vraagt dat inderdaad veel meer dan kennis. Dat vraagt handhaving binnen je school. Open dialoog aan kunnen gaan. Misschien wel je confrontatie, je botsingen organiseren. Zorgen dat ze plaatsvinden. Ook al is er een hele fijne sfeer binnen de school. En wat ik denk dat heel erg belangrijk is, mocht dat je als school niet lukken. Kijk, ik heb een wat vertekend beeld, omdat wij worden met name ingeschakeld door scholen die een probleem hebben. Dus het zal ook op heel veel scholen ontzettend goed gaan die wij niet zien. Maar wat we zien op de scholen waar het niet zo goed gaat, is dat er veel leerlingen zitten. Of het nou autochtone of allochtone leerlingen zijn. Maar dat het leerlingen zijn die uit een omgeving komen waar ze weinig verschillende meningen horen, waar weinig tegenspraak is, waar weinig discussie is. En ik denk dat het heel belangrijk is om die tegenspraak te organiseren. En dat kan zijn door een diverse studentenkorps. Want je kan zeggen van, nou ja, wat wij bijvoorbeeld zien is heel veel islamitische leerlingen bijvoorbeeld die zeggen, nou, ik accepteer homoseksualiteit niet. Op het moment dat je een moslimleraar hebt of iemand van buiten die zegt, nou, ik kijk daar toch heel anders naar. Je moet niet onderschatten wat voor eye-opener dat is. Maar hetzelfde geldt voor scholen waar we komen in het zuiden van het land, waar gewoon oerwoudgeluiden worden gemaakt als een zwart iemand door de kantine loopt en waarvan alle docenten zeggen, ah, maakt niet uit, dat is toch een grapje. Mm-hmm. Dus het gaat denk ik ook voor een deel over optreden en tegengeluid organiseren. Goed, het begint met de constatering en wanneer dat dan is geweest, dat laten we in het midden. Maar dat er in ieder geval nu een groter bewustzijn is op de opleidingen over het belang van diversiteit, het belang van burgerschapsvorming. En dat begint bij de houding die je als opleider ook overdraagt aan je studenten. Wordt gezegd,
Het zou misschien helpen als er wat meer wettelijke druk komt, maar er moet er ook geld bij. Want het is uiteindelijk, en dat heeft Steven ook aangegeven, weer een extra inspanning die van ons onderwijs en onderwijsgevenden gevraagd wordt. En in de kern geef jij denk ik heel nadrukkelijk aan, het moet in die praktijk gebeuren waarbij je elkaar ook durft aan te spreken. De diversiteit ook zorgt voor een beter en een geïnformeerder debat dan als je alleen maar met elkaar het allemaal zo eens bent. En of dat nou is in Enkhuizen of in Amsterdam-West, dat is een soort van debat wat je moet entameren. Nou ben ik toch wel heel benieuwd. Er zitten hier veel mensen, dat zagen we aan het begin van ons gesprek, die zelf in opleiding zijn. Ik kan me voorstellen dat je, ook horende wat het panel erover zegt, reflecteert op je eigen positie als docent in opleiding. Wat moet er, vind je, zelf gebeuren? En wat zou je zelf daaraan kunnen bijdragen? Wie? Ik kom even bij u en zeg even wie u bent. Mag ik heel eventjes een klein beetje, ja, dankjewel. Ik ben Mieke Lundberg en ik ben geen leraar in opleiding, maar een onderzoeker. Maar ik ben een beetje verontrust dat de enorme hoeveelheid onderzoek die de afgelopen 5 jaar is gedaan naar leraren, opleiders en diversiteit, burgerschapskunde, die helemaal niet aan de orde komt. Er is veel meer bekend en dat baart me een beetje zorg. Ja, want je zegt, hoe kan het nou dat dat soort van inzichten dan eigenlijk niet bij die opleidingen terechtkomen? Ja, moeten we die vraag even stellen, Ron? Hessel, hoe komt dat? Goed, maar ik vind het wel een belangrijk punt. Er is, zegt u, al heel veel onderzoek de afgelopen 5 jaar met name. En dat reflecteert nog niet zo terug, dat resoneert nog niet zo terug. Oké, nou dan gaan we straks nog misschien eventjes vragen. Wie van de mensen in opleiding? De vraag van wat kun je er zelf aan bijdragen of waarvan je nu zegt, ja, dat zou eigenlijk moeten gebeuren in mijn opleiding. Ja, zeg even wie je bent. Kim, vierdejaars PABO-student aan de AVIA. En wij krijgen wel wat les in levensbeschouwing en burgerschap. Maar dat is allemaal minimaal. En ik denk dat de focus inderdaad moet verschuiven. En dat we alle jaren de mogelijkheid kunnen krijgen om burgerschap te volgen. En ook hierin didactiek les in krijgen. Want nu is het eigenlijk alleen in de tweede. En later misschien een focus in de vierde waar je kan specialiseren. Dus ik denk dat de focus moet verschoven worden en dat het verbreed moet worden over alle jaren. Ja. En dan toch even gewoon uit nieuwsgierigheid. Het gesprek tussen jouw collega's. Is dat inderdaad van nou, ik ga toch wel richting Enkhuizen. Dus maakt me eigenlijk niet uit. Bij mij speelt dat probleem straks niet. Nee, ik hoor wel veel op de studie dat iedereen eigenlijk wel in Amsterdam blijft en een enkeling misschien een Purmerend, waar dan ook het onderwijs toch wel wat anders is, maar het merendeel blijft toch wel in Amsterdam. Ja, dus je gaat er links of rechts om mee geconfronteerd worden. Het is onderdeel van je toekomst. Ja, dat is het zeker, ja. Ja. En is de eerste salafist al in jouw klas gearriveerd? Nee, nog niet. Nee, maar goed, het is ook een belangrijk aspect. We hoorden net, eigenlijk begint die interactie en dat debat ook al onder elkaar als je een diversere groep docenten in opleiding hebt. Ja. Lijken jullie nog erg op elkaar? Ja, ik denk dat we qua normen en waarden redelijk overeenkomen met elkaar. Een enkeling zal een uitschieter zijn, maar dat heeft dan vooral betrekking tot de visie in het onderwijs en waar je voor wilt gaan staan in het onderwijs. Maar ik denk de normen en waarden over het algemeen in de maatschappij, dat ze toch wel overeenkomen. Oké. Andere geluiden, opvattingen, ideeën. Even kijken. Ik ga die microfoon weggeven, maar ik kap hem echt ontzettend af. Ja, zeg even wie je bent. Hoi, Susanne. Ik geef les in Amsterdam. Engels, middelbaar onderwijs. En ik vroeg me af, misschien is het een dooddoener, maar een van de allereerste opmerkingen deze middag was dat de docenten wel dit willen aanpakken, mits er het lesmateriaal aanwezig is. En volgens mij is dat het ook een onderliggend probleem, dat te weinig geïnvesteerd wordt in docenten die zelf lesmateriaal maken, of die van niks een les kunnen maken. Want het boek moet toch elke keer weer uit. Ja. Het boek moet weer uit. De uitgever die zoekt er wel of niet een buitenkansje in. Dan misschien toch heel even een bijvraagje aan u. Dat onderzoek wat u heeft gedaan of wat uw collega's hebben gedaan, wordt dat ook vertaald in lesmateriaal? Nee, dit gaat met name, het onderzoek wat ik doe gaat met name over bijvoorbeeld de verschillende perspectieven die lerarenopleiders kunnen hebben als ze nadenken over dit soort problematiek. Ja. Ga je bijvoorbeeld ervan uit, heb je het met je studenten erover dat je kan kijken naar leerlingen als ik wil alle leerlingen gelijk behandelen? Of zeg je juist ik wil kijken naar diversiteit?
Heb je als lerarenopleider er zelf over nagedacht? Wat betekent het dat ik een witte vrouw uit de middenklasse ben, terwijl mijn studenten een andere achtergrond hebben? Wat betekent dat? En zeker als ik ook nog in ogenschouw neem dat mijn studenten nog weer met een veel diversere groep werken. Nou, dat soort perspectieven worden in onderzoek tegenwoordig verder bekeken. En ik mis dat een beetje in deze discussie. Oké, dan toch even terug naar ons panel. Eigenlijk liggen er twee hele praktische vragen die uit de zaal komen voor. Enerzijds, er is eigenlijk al best veel bekend, veel onderzoek gedaan. Zou dat niet veel sneller moeten worden geïncorporeerd in de opleiding zelf? En het tweede is, als er lesmateriaal ontwikkeld wordt, bijvoorbeeld door docenten zelf, waarom wordt dat niet beter verspreid? Waarom wordt dat niet beter gefaciliteerd? Want dan kunnen we ermee aan de slag. Wie? Nou ja, wat die eerste betreft, dat is geen onderwerp van gesprek geweest. Maar ik ben daar op dit punt eigenlijk een stuk optimistischer dan uw vraag leek te veronderstellen. Omdat die inzichten juist wel een doorcijpelen zijn in de klaslokalen en ook in de docentenkamers. Ik zie juist steeds meer dat docenten vanuit die professionele kennis ook veel preciezer kijken naar wat is nu aangetoond, wat wel werkt, wat niet werkt. Dus ik vind u iets te pessimistisch, maar misschien had u dit graag nog een keer willen horen, maar dat cijpelt wel degelijk door. Dat vind ik. Ik vind juist dat we enorme winsten aan het pakken zijn. En ik hoor ook heel vaak mijn eigen collega's refereren aan onderzoek, wanneer ze zeggen van nou dat werkt dat niet en dat werkt wel. Dus in zoverre ben ik het niet helemaal eens met het beeld wat u schetst wellicht ter geruststelling. Ik vind zelf ook dat, wat die mevrouw zei, ik kan dat niet beoordelen voor het voortgezet onderwijs, maar wij proberen in ieder geval, zeg maar, docenten zelf wat meer in de lead te brengen om dit type dingen te ontwikkelen. Omdat ik denk dat er een zodanige variëteit en diversiteit is, die is niet meer in die eenvormige mallen te stoppen. Ja. En de tucht van de methode, dat is iets waarbij die methode ook heel vaak nog aan de cognitieve kant gaat of aan de kwalificerende kant gaat. Dat heeft zo zijn beperking. Dus ik zou willen dat we dat doen. Ik wil Mark even misbruik maken van dat ik het woord om iets anders te zeggen. Nou, even nog hierop door. Want Kai, jullie hebben met jullie onderzoek... Dit is vast wel belangrijk. Ja, hoor. Je mag hem er straks nog wel even ingooien. Jullie hebben met jullie onderzoek heel veel ook één-op-één gesprekken gehad met docenten. Die gaven ook dit soort van aspecten terug. Met name de vraag, hoe moet ik het nou zo meteen in de praktijk aanpakken? Is dat aspect van lesmateriaal daar ook mee voorbij gekomen? Kun je mensen daar weer ondersteunen? Ja, het is allebei teruggekomen. Eén is, hoe ga ik om met die diversiteit? En wat je ziet is dat een deel van de docenten daar heel graag een soort van pasklare antwoorden op wil. Namelijk, nou, dat is zo'n leerling, daar moet ik zo mee omgaan. Nou, dat vind ik een wat gevaarlijke gedachte. Ik denk dat je met elke leerling hetzelfde om moet gaan. En dat je duidelijk moet hebben waar verschillen liggen, zodat je erop in kunt spelen. Maar wat we te vaak hebben gezien, en het grappige is dat we dat met name zien bij docenten op universitaire docentenopleiding, is dat ze denken, een zielige leerling komt uit een wat ander milieu, waait wel over, kan er niks aan doen dat hij zo denkt. Daarmee neem je leerlingen niet serieus, vergroot je het probleem. Maar goed, dat is dus ook dat wetenschappelijke inzicht waar net aan wordt gerefereerd. Hoe moet je jezelf eigenlijk reflecteren? En ben je bewust van je eigen sociale positie en hoe je met mensen omgaat? Dus daar is wel kennis over wat je zou kunnen inzetten. Ja, en je ziet ook dat er veel docenten zijn met ideeën. Wat Hessel net zegt, dat is iets wat we eigenlijk overal terug horen. Er is geen tijd voor. Ik zou het wel willen. Wij hebben een methode gebouwd met 4 lerarenopleidingen. Nou, dat was best een kriebel om dat voor elkaar te krijgen in zo'n korte tijd. Maar normaal hebben docenten heel weinig ruimte om te bedenken. Nou, het is niet zo dat je in het weekend de krant erbij pakt en denkt, nou, wat zal ik maandag eens gaan behandelen? Heel veel docenten hebben die tijd niet als ze niet iets anders geven dan maatschappijleer. En twee, die klas die gaat sneller dan dat jij gaat, want die komen met issues die klas binnen, waar jij misschien niet eens van hebt gehoord en die ze van YouTube halen. Dus methodes zouden zich in ieder geval veel meer moeten richten op hoe ga je dat gesprek aan. En hoe ga je om met het beschermen van die democratische waarden? In plaats van wat voor issues spelen er allemaal en daar methodes op ontwikkelen. Want dan word je denk ik in no time ingehaald. Ja, en dat brengt me dan toch weer even tot die klassieke vraag die je zo vaak bij onderwijsdebatten aan het eind stelt. Van ja, wie moet dat dan faciliteren, betalen? Eigenlijk zei Kai dat ook al. Van ja, dan komt het toch weer op geld aan. Ja. Dat is dan zo. De mevrouw daarboven die zegt, ik wil dat wel ontwikkelen, maar er is geen ruimte voor. Dat is een veelgehoord punt.
En een terecht punt, denk ik ook. Docenten hebben veel te weinig ontwikkeltijd. Een van de belangrijke discussies in het onderwijs gaat daar ook over. Er is in het voorjaar, weten jullie misschien, een groot onderzoek door de onderwijsinspectie naar buiten gebracht over burgerschapsonderwijs. Geert refereerde daaraan. Een aantal aanbevelingen zitten daarin. Wettekst verscherpen. En een andere hele belangrijke is, geef school ontwikkeltijd. Zorg ervoor dat die professionals ook die ruimte hebben om onderwijsmaterialen te ontwikkelen, hun eigen onderwijs te verbeteren, meer op leerlingen aan te laten sluiten. En bij het eerste punt hoor ik veel beleidsmakers over spreken. Het tweede punt niet. Ja, het is een urgent punt, maar ik vrees dat het alleen maar beter vormgegeven kan worden als daar wel financiering bij komt. Wat is het ons waard? Is dan weer de vraag. En dan hebben we het nog niet eens over de bijscholing van mensen die al in het systeem zitten. We hebben het hier alleen nog maar specifiek over de opleidingen en mensen die daar nu in ja, en los van die politiek, ik vind ook echt wel dat de schoolbesturen hier een belangrijke rol in hebben, hoor. Want je kan er geld voor vrijmaken wat je wil, maar op het moment dat je tolereert dat er in jouw school niets wordt gedaan aan antisemitisme, aan vreemdelingenhaat, aan homohaat. En je sommige dingen ook gewoon als hobbyproject van leraren blijft beschouwen. Dan krijg je misschien wel weer hetzelfde als met 10 jaar burgerschapsonderwijs. Er zijn mooie dingen gebeurd, maar wat heeft het opgeleverd? Goeie. Nou, een geluid van optimisme zou ik graag willen. Altijd fijn. Ja? Zeker als het uit het zuiden komt. Nou, omdat, kijk, als je naar de uitnodiging kijkt, er staan er twee dingen waar ik moet mijn kans zoeken om er iets van te zeggen. Namelijk dat instituties geen gezag meer hebben en professionals geen gezag meer hebben. En ik zie elke dag zowel professionals die gezag hebben als ook instituties. Als ik naar mijn eigen hogeschool kijk, wil ik niet zeggen dat die in alle opzichten het gezag hebben, maar rondom verkiezingen organiseren we altijd dat er een stembureau is bij ons op de school. En dan organiseren we ook verkiezingsdebatten. En dan zag je dus, de laatste keer hadden we NIDA en DENK uitgenodigd. Dat zijn twee politieke partijen, één lokaal, één landelijk, die een bepaald appel doen, een bepaald deel van de bevolking. En die mensen van die partijen werden als helden binnengebracht. Wat een enorme, en ontstond een heel breed debat. Dus Dat vond ik hoewel het niet mijn partij is, vond ik een heel optimistisch beeld. Twee, zie ik ook heel veel docenten, waar studenten heel breed samengesteld, de studentengroep, met respect over spreken, omdat ze zich erkend voelen. Dus ik denk dat we moeten werken vanuit de premisse dat gezag geen vanzelfsprekendheid meer is. Maar als je het goede pedagogische klimaat weer te creëren als school, en als je een goede pedagoog bent als docent, dan geeft iedereen je nog steeds dat gezag. En dan kunnen we er ook heel succesvol interveneren in de levens van de jonge mensen. Laatste woord is voor Kai Patepiloi. Ja, als ik hoor denk op school, ik weet niet of er meer partijen waren, maar dan nou, ook dan, het andere, deel van, dus, het andere deel van het spectrum was er ook. Ah, oké. Okay. Nee, want dan denk ik wel heel veel leerlingen die voelen zich daartoe aangetrokken, omdat ze het idee hebben dat daar wel naar ze wordt geluisterd. Nou, de PVV was er ook. Ja, nee, dus ik denk, geef die botsing vorm, maar dat hebben jullie dus heel mooi zeker, gedaan. Zeker, zeker. Ja. Goed, de botsing die krijgt vorm. Waar de botsing in het onderwijs, daar ging het dan ook vandaag over. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken als panel en ook het panel hier voorafgaan. Dank jullie wel en dank voor het komen en succes. APPLAUS